Goedenavond, dames en heren, welkom op de eerste commissievergadering van 2018. Een spannend jaar wat ons tegemoet gaat, vooral de eerste drie maanden, denk ik. Ik wens u voor vanavond een fijne vergadering. Ook welkom de mensen op de tribune, mensen thuis die met ons meeluisteren en kijken. En dan heb ik hiermee bijna de opening verricht, want ik heb afmeldingen ontvangen van mevrouw Schiphorst van het CDA en de heren Hof en Westerman van gemeentebelangen. Twee van de agenda, spreekrecht burgers. We hebben geen aanmeldingen daarvoor gehad. Vaststellingagenda. Ik stel voor om de agenda te behandelen zoals die voor ligt. Iemand daar andere mening over? Verder met agenda punt 4. Evaluatie, Job Dalsen, verantwoordelijk wethouder, de heer Uitslag, voorbereidend, besluitvormend. In juni 2017 heeft de Raad besloten tot de realisatie van een nieuw jongerenontmoetingsplek in het stationsgebied voor een periode van een half jaar. Toen is ook besloten dat na dat half jaar een nieuw besluit zou moeten worden genomen. De werking van de Job is geëvalueerd. En het college stelt de raad voor om de tijdelijke periode met een jaar te verlengen. Vandaag is er nog een aanvullende reactie vanuit de omgeving ontvangen. Die staat ook op het ris. En ik wil dit in twee ronden behandelen. Informatief en opinierend. En wie mag ik in de informatieve ronde als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. We hebben twee vragen aan de wethouder. Waarom kiest u ervoor om het Job op de huidige locatie te behouden? Er is namelijk afgelopen jaar bijna geen gebruik van gemaakt. En is dit dan niet het verlengen van de leegstand? Tweede vraag die we hebben is van u geeft aan dat als het Job niet kan worden behouden voor het stationsgebied, er helemaal geen Job meer kan worden gerealiseerd. Op basis waarvan trekt u die conclusie? Dat waren onze vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Kijk even verder. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb drie vragen. En de eerste vraag is er nu, dus na de evaluatie en in het voortraject op dit voorstel, ook gesproken met omwonenden? Ter voorbereiding van dit voorstel wat nu voor ligt. Twee, de vraag is, hoe worden de geleerde lessen opgepakt? Is er al een plan van aanpak? Is het al verwerkt? En de derde vraag is een korte. Ten tijde van de evaluatie werd er aangegeven dat er geen overlast in het dorp was van jongeren. De politie heeft het aangegeven. En is dat nog steeds zo? Wordt er nog geen overlast ervaren? Dat waren de drie vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af hoe het zit met de tijdelijkheid. Want het was een tijdelijke proef tot het eind van het jaar, een half jaar. Op het moment dat we die met een jaar gaan verlengen, spreken we dan nog steeds over tijdelijkheid. En hoe zit het dan met vergunningen? Dank u wel, mevrouw Kappert. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel. Ja, als het voorstel wordt gevolgd, dan neemt de nieuwe raad op een later moment een definitief besluit over de aanwezigheid van een Job in Dalsen, nemen we zomaar aan. Het lijkt mij daarom verstandig om ook op dat moment alternatieven voor ogen te hebben. Houdt de wethouder daarom ook in de proefperiode continu mogelijke alternatieven voor de Job in het oog? Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Ook een paar vragen. De eerste sluit wat aan bij wat mevrouw Lasje vroeg. Hoe komt u tot de conclusie voor de locatie? Dat is even dezelfde vraag die ik had. Ook even de vraag ten aanzien van de omgeving. Er ligt nu wel een brief vanuit de omgeving, maar is er ook inderdaad tijdig met ze gesproken? En het laatste puntje, uit die brief blijkt ook dat er wel degelijk sprake is geweest van een mate van vernieling. Ik zou dat wel graag gevalideerd willen hebben. Klopt dat? Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Rooijakkers. Ik heb geen vragen, maar ik heb inmiddels ontdekt dat die brief in de mail zat en niet in op het RIS. Heb ik inderdaad zo vermeld dat het op de RIS zou staan. Maar we hebben hem al in de mail ontvangen, ja. En dat is wat de informerende ronde betreft. Wethouder, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Waarom verlengen? Het
Het staat in het voorstel, denk ik ook beschreven. We hebben hem sinds het plaatsen van de job op eind juli een periode gehad waarin gebruik had kunnen worden gemaakt. Waarvan een deel van in de zomervakantie was en een deel daarna. Maar wat zich ook een beetje kenmerkt door slecht weer. Dus we hebben weinig gebruik gezien van de job. We hebben ook weinig overlast ervaren op die manier. De vernieling die meneer Wildvank net aanhaalde, er is inderdaad een lantaarnpaal gesneuveld. Maar tegelijkertijd wordt erbij gezegd dat de job er eigenlijk niet gebruikt. Dus het sneuvelen van de lantaarnpaal vind ik dan ook moeilijk om dat toe te rekenen aan het gebruik van de job. Of hij wordt gebruikt en er zijn vernielingen van, of hij wordt niet gebruikt, maar dan kunnen vernielingen ook niet daaraan toerekenen. Het zou toevallig zijn dat die ene keer dat die lantaarnpaal gesneuveld is, toevallig de hele avond die job daar bezet is geweest. Dus het causale verband heeft ook de politie niet willen leggen. Dus die trekken het echt los van elkaar. Hebben we ook alternatieven onderzocht, nu met het verlengen van de pilot? Nee. De afspraak die we met elkaar gemaakt hebben toen we hier vorige keer over spraken, is dat ik op deze locatie die job zou gaan plaatsen. Dat we, als er geen overlast was, het permanent zou worden. Nou, er is geen overlast geweest. Maar om nu te zeggen, van, dan wordt het maar permanent, dat vond ik te kort door de bocht. Want er werd ook weinig gebruikt, dat hebben we ook wel aangegeven. En dus heb ik gezegd, dan wil ik graag de proef nog een poos verlengen, zodat we daar een heel jaar, jaar rond kunnen evalueren, het gebruik kunnen evalueren. En op het moment dat dan nog steeds blijkt dat er geen overlast is, dan zijn dan ook de lichten zouden op groen kunnen staan om het permanent te maken. Maar ik heb dus in het verlengde van de vorige afspraak die we met elkaar gemaakt hebben, niet nog andere locaties onderzocht. Zoals u ook bij het voorstel hebt kunnen lezen, zijn er gespreken geweest. Gespreksverslagen heeft u ook gekregen. Als u me vraagt, zijn er met omwonenden gesproken? Ja, u heeft het kunnen lezen. Dus ik weet niet goed waar de vragen staan, want de stukken zijn allemaal netjes bijgevoegd. Zal ik de vraag even toelichten, voorzitter? Uitstekend. Ik heb de verslagen allemaal gelezen, onze dank daarvoor. Het ging me erom dat er nu weer een nieuw voorstel ligt. En mijn vraag was of er met omwonenden gesproken is dat dit nieuwe voorstel van die verlenging er ook komt. Dat was eigenlijk mijn vraag. Oké. In dat gesprek waar ik geweest ben, bij de, met name de audition geweest, hebben we ook gesproken over die verlenging. Ja, dat heb ik zelf gedaan. Vond ook belangrijk genoeg om met de partijen te spreken. En zijn er dus ook zeker geweest. Is een jaar tijdelijk? Ja. Het is nog steeds tijdelijk. Het is langer dan een half jaar. Maar het is nog niet permanent. En daarmee is ook echt wel een einde van een periode. Vergunningstechnisch, ja, er moet de vergunning voor aangevraagd worden. Dus het moet wel weer worden vergund. Maar daarmee nog steeds wel mogelijk, passen binnen de kaders. Binnen de juridische mogelijkheden. Ja, voor mij heb ik alle vragen beantwoord, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording. Mevrouw Kappert, u wou nog reageren? Mag ik nog een aanvullende vraag stellen? U zei net, wethouder, er is geen overlast geweest, maar ook geen gebruik. Impliceert dat ook als er aan het eind van het jaar na deze proeftijd nog steeds geen overlast is en geen gebruik, dat de job even goed blijft staan of wordt die dan weggehaald? Dat is dan aan u. Want ik zal er weer terug moeten komen met een evaluatie en het besluit aan u voorleggen. U besluit nu echt, gevraagd besluit is ook voor een jaar en niet voor permanent, dus met een proeftijd van een jaar. Nee, het is een jaar en dan gaan we binnen het jaar ook evalueren. Dus in het najaar van dit jaar praten we er weer over. Als u voorstemt. Mevrouw Kappert. Sorry, mevrouw Lasje. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had drie vragen gesteld en ik heb op eentje antwoord gekregen en op twee volgens mij niet. Dat is de vraag, als het gaat over geleerde lessen, wordt gesproken in het evaluatierapport. En mijn vraag was, wordt er al iets meer gedaan?
En de tweede vraag was, of de laatste vraag eigenlijk, ten tijde van de evaluatie was er geen overlast in het dorp. De reden om de job daar te zetten was dat er overlast was in het dorp. En mijn vraag is er nu van, bij die job waren ze niet de jongeren. Het politierapport zegt van er is geen overlast geweest. En mijn vraag was eigenlijk, is het nog steeds zo? Ik leg ze even zeggen, nu iets uitgebreider dan ik hem net vroeg. Meneer Huisslag. Ja, voorzitter. De gespreksverslagen van de politie zitten erbij. En ik heb niet nog een keer extra gespreksverslagen of zo. Hè. Als ik stukken naar u toestuur, ik krijg u van mij de meest actuele gegevens. Dat vind ik ook wel zo fatsoenlijk. Maar ik heb dus niet nog nieuwere informatie of zo. Vandaar dat ik dat u natuurlijk laat weten. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Uitslag. Ik kijk even rond. Verder geen aanvullende vragen. Dan wil ik graag naar het opinierende deel van dit agendapunt. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Ik kijk even rond. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de vorige keer dat we hier over de job hadden, zei ik namens het CDA dat we het vertrouwen aan de jongeren wilden geven. En eigenlijk is er sindsdien niet zoveel veranderd. De job heeft er sinds het eind van de zomer gestaan, maar er is niet veel gebruik van gemaakt. Er is dus eigenlijk weinig ervaring op gedaan. Geen positief, niet negatief. Het vertrouwen is in ieder geval niet geschaad. Ja, nou zou je kunnen concluderen, er is blijkbaar geen behoefte aan een job, dus weg ermee. Maar dat voelt voor ons op dit moment een beetje te kort door de bocht. Ten eerste is de proefperiode erg kort geweest. En groepen jongeren komen en die gaan. En het tweede punt is dat we het met de politie eens zijn dat het goed is dat er een verwijsplek is voor rondhangende jongeren. Zo kun je samen met deze jongeren en de omgeving van de job in gesprek blijven. Het derde punt is dat we de gebruikers, samen met bijvoorbeeld de ondersteuning van het jongerenwerk, eigenlijk wel zouden willen aanmoedigen om de job verder eigen te maken. Ja, bijvoorbeeld door het toch vrij te maken of een passende uitstraling te geven. Dan wordt het ook echt een honk. Volgens mij is het ook in Dalfsen goede gewoonte om dat met alle voorzieningen te doen. En daarmee verwachten we bovendien een eerlijke beeld te krijgen van het mogelijke gebruik van de job. Onze fractie wil daarom het job graag één volwaardig seizoen laten staan op de huidige locatie om echt ervaring op te doen. Uiteraard onder dezelfde voorwaarden. Dus blijf met elkaar, inclusief de buurt, in gesprek en dat er bij overlast direct wordt ingegrepen. Met deze voorwaarden vinden we dat de nieuwe raad vervolgens een volwaardig definitief besluit kan nemen volgend jaar over het job. Dus wij zouden willen instemmen met het voorstel. Dank u wel, meneer Kouwen. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst onze dank voor deze evaluatie. De proef van een half jaar met deze job op deze plek was destijds een compromis waarmee onze fractie geprobeerd heeft de verschillende belangen bij elkaar te brengen. De evaluatie is wat ons betreft helder. Geen gebruik en geen overlast. Geen overlast is fijn, maar geen gebruik was dan net niet de bedoeling. Vandaar de vraag om een verlenging met een jaar en een evaluatie in het najaar van 2018. En wat te doen? Politie en jongerenwerk willen graag een job om jongeren een eigen plek te geven en om hen bij overlast een alternatief te kunnen bieden. De jongeren waren enthousiast en hebben zich goed ingezet, maar zijn inmiddels afgehaakt. En een nieuwe groep jongeren is er nog niet, maar lijkt in aantocht. Voor ons twee redenen om wel positief naar dit voorstel te kijken. Tegelijk is de buurt nog steeds geen voorstander. Onduidelijkheid, misschien gebrek aan communicatie, lijken de belangrijkste oorzaken. En daar maken we ons wel wat zorgen over. En daarom hebben we vier aandachtspunten voor de wethouder. Het eerste punt, blijf in gesprek met de buurt. Als eerste in gesprek met de buurt. Het tweede punt, zorg voor een aanspreekpunt voor de buurt bij zowel politie als jongerenwerk. In de evaluaties wordt er ook over gesproken. Derde puntje, er is kritiek op de huidige job. Hij is niet zo leuk en de tocht en het is koud. Dat zou best wel aangepakt moeten worden. Alleen verven lijkt ons wat weinig. We hebben nog wel een ander leuk idee. Een oude tramwagon of treinwagon, dat lijkt ons wel een mooi object om daar neer te zetten. Het tocht niet, past goed bij de locatie. Een mooie reclame voor openbaar vervoer. De NS heeft er misschien nog wel ergens eentje staan. Het laatste punt, en dat is ook al genoemd bij de vragenronde. Blijf het komende jaar uitkijken toch naar een andere locatie. We hebben immers gezien dat het proces om tot deze job te komen heel lang duurde. En mocht dan volgend jaar blijken dat het toch niet wat wordt met deze job, dan zal er opnieuw een besluit genomen moeten worden. En als we dan weer helemaal opnieuw moeten beginnen, duurt het weer heel lang. Neem dus de geleerde lessen mee. En wat ons betreft mag dan ook gekeken worden naar de invulling van het gebied bij de Molendijk. Samengevat, voorzitter.
We zijn alles afwegend positief over dit voorstel. Een half jaar is kort en de vraag om een job vanuit politie- en jongerenwerk kunnen we goed begrijpen. We vinden dat het huidige traject, wat betreft het overleg met de omwonenden, niet helemaal goed is gegaan. En we hebben 4 punten genoemd die voor ons erg belangrijk zijn om echt definitief te kunnen instemmen met dit voorstel. En we horen graag de visie van de wethouder hierover. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. We hebben kennis genomen van de evaluatie, waarvoor dank alle partijen zijn gehoord en de verslagen waren duidelijk. De uitslag en de ervaringen bevestigen onze vermoedens dat deze plek dus niet de geschikte plek is. U stelt dat een half jaar te kort is gebleken. Wij denken dat het afgelopen half jaar een reëel beeld geeft. Het ging niet alleen maar om de winterperiode zoals werd gesteld. Hij stond er al in juli, dus een groot deel van de zomer. Wij zien dan ook geen reden tot het verlengen van die tijdelijke periode. En al zeker niet tot investeringen als het gaat om winddichtmaken. Welke garantie is er dat die vervolgens wel wordt gebruikt? Wat we wel ondersteunen is het feit dat de politie een verwijsplek nodig heeft om zo de overlast in het dorp te beperken. En dat de jongeren een plek nodig hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Maar dan wel op een geschikte locatie met voldoende draagkracht van alle belanghebbenden. En daar is volgens ons nog steeds geen sprake van. Dus wij blijven bij het standpunt wat wij vorig jaar ook al met u deelden. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Kijk even, meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ook dank aan de wethouder voor de antwoorden die hij gegeven heeft. Er zijn een paar afwegingen die in me opkomen. In eerste instantie realiseer ik me maar al te goed dat er waarschijnlijk geen enkele plek is in dit dorp waar niet een bezwaar zal komen als daar een voornemen gaat ontstaan voor de plaatsing van een job. Dus daarmee kom je eigenlijk niet zozeer voor de vraag te staan of er alternatieven zijn, maar veel meer voor de vraag of er wel of niet een job moet zijn. Want de bezwaren zullen er altijd zijn, op deze of op een andere plek. In die zin is het voorstel van gemeentebelang ook eigenlijk niet realiseerbaar, want die bezwaren gaan er gewoon komen. Ten aanzien van het gebruik, ja, er is natuurlijk weinig gebruik, dat staat wel vast. Ik kom met grote regelmaat ook 's avonds bij dat station. En inderdaad, ik zie er zelden nog nooit een groep jongeren rondhangen, als ik het even zo mag zeggen. En daar geldt het spreekwoord wat mij betreft, je kunt een paard wel naar de bron brengen, maar je kunt hem niet dwingen om te drinken. Dat geldt hier ook een beetje, je kunt die op de neerzetten, maar als ze niet komen, dan houdt dat natuurlijk op. Staat natuurlijk wel tegenover dat de huidige plek inderdaad niet als ideaal kan worden gezien. En ik denk dat we het daar ook allemaal over eens zijn. Dat geven de jongeren ook zelf aan. Niet of nauwelijks gebruik, ja, dat valt daar toch wel mee samen, denk ik. Het feit dat er ook weinig overlast is geweest, hangt daar ook mee samen natuurlijk. Als er niemand is, ja, haalt je de koekoek, is er ook geen overlast. Dat geloof ik ook wel. Een verlenging met een jaar vind ik aan de andere kant wel weer wat erg veel. Want dan zijn we wel een hele verre periode in de toekomst. Ik zou me ook nog kunnen voorstellen dat we dat met een half jaar doen. Uiteindelijk is het dan in totaal een jaar geweest. Als we dan het beeld nog niet compleet hebben, dan krijgen we het ook niet compleet. Dus het is een beetje de kool en het sop en de kool. Nieuw is het ook alweer. Geit en de kool. Sparen, geit en de kool, ja. Dank u wel. Ik hou erover op, want dat komt niet meer goed. Maar ik zou toch willen voorstellen om het voor een half jaar eens te proberen om aan beide kanten wat aan de bezwaren tegemoet te komen. Dus de evaluatie wat korter te houden. Maar dan ook wel met een definitieve uitspraak aan het eind van de rit, wel of niet een job. Want nogmaals, ik geloof die alternatieve locaties gaan ons niet zomaar helpen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Rooijakkers, D66. Voorzitter, er is veel over gezegd en ik vind dit onderwerp een heel groot enerzijds anderzijds karakter hebben en ook een karakter, en dat is al eerder ook gezegd door verschillende sprekers, onder andere de heer Wildvang, dat ook iets waarbij je het eigenlijk niet goed doet. Er is altijd wel iemand die bezwaar heeft. Aan de andere kant, ik denk dat er heel veel belangrijks is opgemerkt, dat het ook goed is dat er een verwijsplek is, dat het ook goed is dat er iets van een soort job is. En ik zou willen aansluiten bij het voorstel van de heer Wildvang om die periode te beperken tot 6 maanden, onmiddellijk na de zomer een besluit te nemen en dan ook na te denken over een alternatief. Dus dat je niet alleen zegt van nou het functioneert niet, we sluiten het, maar dat je ook een besluit neemt van hebben we nog een job nodig, zo ja, waar dan? En dan gewoon doorpakken. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter.
Ja, ook wij zijn voor verlenging van het job met 6 maanden. Ik vind een jaar ook te ver gaan. We zijn voor die verlenging, maar niet op deze locatie, want het blijkt niet te werken. Het ligt te ver weg, hebben we gezien in de beraadslagingen die we hebben gekregen. En het verlengen op deze locatie is, wat ik net ook zei, is verlengen van leegstand. Dan, uiteindelijk weten we dan eigenlijk nog niks. En op basis daarvan gaan we straks wel conclusies met elkaar trekken. Dus dat, ja, de locatie is gewoon niet geschikt daarvoor. De politie geeft duidelijk aan een plek nodig te hebben waar ze naar kunnen verwijzen. Nou, wij denken dat er echt wel meer locaties te vinden zijn. En dat is ook met die jongeren samen en met het SMON samen best te doen. Dat hebben ze al eerder bewezen dat dat kan. Even kijken, wat kan ik er verder nog van zeggen? Ja, wat voor mij van belang is, is dat het job dichtbij is en dat er meer toezicht moet zijn. Het mooiste zou natuurlijk zijn als er zo weinig mogelijk omwonenden last van hebben, dat snap ik ook. Maar we denken wel dat dat te vinden moet zijn in Dalfsen. Nog wel even één ding om mee te geven, voor ons geldt wel, en dat hebben we de vorige keer ook gezegd, welke locatie het wordt, ten aanzien van mogelijke overlast, het three strikes you're out principe. Als nu blijkt dat er inderdaad gedonder van komt of dat er overlast van ontstaat, ja, dan moeten we ook duidelijk zijn en zeggen van dan maar geen job. Tot zover, voorzitter. Mevrouw Lasje, u wou nog even verder reageren. Ja, ik wil graag even een vraag stellen, want er wordt gezegd dat er genoeg plekken, dat er zeker wel plekken in het dorp zullen zijn waar een job kan. Maar er zijn heel veel plekken onderzocht, dus ik ben wel heel graag benieuwd wat voor plekken dan de VVD ziet om een job neer te zetten. Die heb ik wel. Eentje die zit vlak bij mijn huis. Bij de skatebaan is er eentje. Daar zou die heel goed kunnen staan. Dat is ook een locatie waar veel jongeren al bij elkaar komen. Als je daar een job neerzet, zou het prima daar kunnen passen. En de locatie achter het gemeentehuis zou ook een mogelijkheid kunnen zijn hier op het evenemententerrein. Oké, dank voor de snelle beantwoording van de vraag van de ChristenUnie, meneer Veldhuis. Wethouder, er zijn wat suggesties gedaan en ook alle paar keer om het maar met 6 maanden te verlengen. Hebt u op dit moment hier al een reactie op en ook de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid daagt u uit om nog even daar verder op in te gaan? Ja, misschien is het even met die periode aan te vangen. Het voorstel, zoals gezegd wordt, van, nou, laten we dan direct na de zomervakantie evalueren en besluiten. Kan ik voor een groot deel wel meegaan. Daar hebben we ook een jaar bestaan. We hebben nu wel gezegd, willen we graag een bestemmingsplan, of de vergunning, wel een jaar hebben. Zodat we ook legaal daarin kunnen evalueren. En we zaten nu onder enorme tijdsdruk, omdat de vergunning om er te staan een half jaar was. En dus ook eindig is. En dan staat het ding gewoon illegaal. En dat wil je voorkomen. Hè? Ook in de evaluatieperiode dat je dan het eerst weg moet halen om vervolgens daar... Als overheid wil je natuurlijk netjes aan de regels houden. Of het kunnen spreken, als je dan besluit om het alsnog te doen, dan weer terug te zetten. Hè. Dus evaluatie doen we na de zomervakantie, ja. Ik weet niet of dat al gelijk in september kan, maar zeker een maand daarna. Dat moet kunnen. Maar de vraag is wel om dan eens even iets langer de vergunning toe te staan. Zodat we wel het gesprek kunnen voeren met u als gemeenteraad, zodat u ook besluiten nemen. Zonder dat wij als gemeente in illegaliteit vervallen. Dat is even de tweespalt. Dus ik denk dat ik hem daarmee ook wel invulling geef, antwoord geef aan die 6 maanden periode. Dus eigenlijk zoals we het bedacht hadden. En dan vervolgens eigenlijk toch wat hoofdvraag van is er een geschikte locatie te vinden, een andere geschikte locatie. Nou, voorzitter. U kent mij hopelijk als een toegankelijke wethouder, als u als partij er eentje heeft, ik hou me aanbevolen. Achter het gemeentehuis in de uiterwaren, u weet wellicht van de vorige keer dat het niet mag. Dus ja, wel geschikte plek, maar het mag niet. Ja, het mag is nog steeds dus geen geschikte plek. Maar daar sta ik open voor. Maar we hebben echt wel een hele intensieve actie gehad om alle opties te bekijken en alle alternatieven. Zelfs degene die u noemt, zijn ook afgevallen omdat die minder geschikt zouden zijn. Ja, dus daarmee ook geen nieuwe variant gehoord. Ik sta er open voor, maar mijn opties zijn even op. En ik wil best verder kijken, maar ik denk niet dat het veel verandert. Dus ik sta open voor alternatieven, maar ik nodig u ook daarvoor uit. Want ik vind het iets te gemakkelijk om te zeggen,
Hij past ons niet. Zoekt u er zelf maar weer eentje. Ik kan inmiddels al een boekwerk schrijven, alle locaties onderzocht zijn. Dat vind ik wel een beetje te gemakkelijk. Dus, ja? Dus wat mij betreft ook weer de open hand richting u. Communicatie, ChristenUnie, één aanspreekpunt, politie en gemeente. Ja, maar natuurlijk, dat zou ik echt moeten. Ja, ik heb politie pas gesproken ook weer aangegeven dat het belangrijk is dat er ook langs gaan, ook al is er geen melding, gewoon even een kop koffie drinken, even een praatje doen. Want dan hoor je toch meer dan dat je gebeld wordt. Het is toch even een andere relatie opbouwen. En als je elkaar gesproken hebt, dan heb je ook het aanspreekpunt te pakken. Zo moeilijk hoeft het ook niet te zijn. En voor de gemeente, mijn nummer hebben ze, dus ze kunnen altijd bellen. Ook wel buiten het weekend, dus of in het weekend bedoel ik buiten kantooruren. Dus die hebben ze sowieso. En voor de rest ook de contactambtenaar, die gegevens hebben ze. Dus ja, voor betreft gemeente gaan we daarin voorzien. Als politie hoop ik ook. Dat is nadrukkelijk de bedoeling. Maar ook daar, de open hand, mocht er niet als zodanig ervaren worden, trek alsjeblieft aan de bel. Dat u nu over een jaar zegt, ja, had het maar gedaan. Laat beide kanten de relatie open houden. Volgens mij heb ik daarmee alle opmerkingen gehad. Dus ik denk dat ik die 6 maanden dat ik er volledig mee kan gaan. Het wordt dan wel 7. Waarna we gaan evalueren, dat er wel. We hebben dit jaar ook maar 5 maanden gehad, dus dat klopt ook precies. En alternatieve locaties. Ja, ik sta er open voor. Als er een andere betere plek is, altijd. Maar ik hoor hem graag. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Wildvank, had u ook nog een suggestie gedaan of om ergens op te reageren? Daar heeft de wethouder vol mee gedaan. Ja, dat was ook van ons. Misschien kunt u hem even helden. Ik had genoteerd wel of geen Job. Nou, nee, dat was meer een overweging bij mezelf. Dat ik niet zozeer, vind dat het onderwerp niet zozeer afhankelijk is van locatiekeuze, maar veel meer van de vraag, wil je het überhaupt wel of niet? Want een andere locatie lost niks op. Dat was een beetje mijn afweging. Maar ik heb wel, nu ik nou toch het woord heb, ik heb wel een korte vraag toch aan de wethouder. Ik hoor wat u zegt over die 6 maanden, ben ik het ook helemaal mee eens. Ik snap dat van die vergunningverlening ook eens. Maar dat maakt wel dat ik het wel heel precies wil hebben, dat we het ook echt na 6, na 7 maanden uiterlijk hier dan op tafel hebben. Dat niet weglekt na 9, 10 maanden. Dus dat zou wel mijn oproep dan ook zijn. Ja, maar voorzitter, alles is goed. Het is wel midden in uw reces, dus dat, na 7 maanden hebben we gezegd, hij is eind juli dan gekomen, dus tot eind juli gaan we evalueren. Dan hebben we het jaartje rond. En ik wil het oprecht in september graag in de raad hebben, maar ik weet het niet of het procedureel allemaal kan. Daar gaat de agendacommissie ook trouwens over, maar anders in oktober. U komt hier wel over te spreken op dat moment, zo snel mogelijk na de zomervakantie. Maar of het nou de eerste maand is of de tweede maand, ik ga er alles aan doen om dat tijdig te hebben liggen. En voor de rest gaat u over uw agenda. Meneer Rooijakkers. Dank u wel. Ik had gedacht dat de wethouder nog even zou reageren op wat mevrouw Kappert zou zeggen. En dat ik het dan daarna misschien zou snappen wat ze bedoelde. Maar hij heeft er niet op gereageerd en ik snap het ook niet. Want wil gemeentebelangen nou geen job of wil ze het ergens anders? En waar dan? Kunt u reageren, mevrouw Kappert? Ja, dat kan ik, voorzitter. Wij gunnen de jeugd een job. Buiten kijf, maar wel een plek waar dan ook iedereen akkoord mee gaat. En waar de jeugd ook blij van wordt. En dit is volgens mij geen plek waar de jeugd blij van wordt. Dus ja, de job mag er komen, maar dan op een goede plek. Dus dat is nog niet bekend. Oké. De opinies gehoord hebbende, concludeer ik dat de wethouder eigenlijk het voorstel laat zoals die is op dit moment. Met de toezegging dat hij snel mogelijk na de zomervakantie met de evaluatie naar de raad te komen. En op dat moment wij daar nader over kunnen spreken. Daarmee, dat zijn 5 partijen zijn het eigenlijk daarmee eens. De gemeentebelangen wil graag wel een job voor de jeugd, maar niet op die plek en op een goede plek. Dat gehoord hebbende,
Ja, ik ben al met mijn opinie bezig, meneer Veldhuis. Dat gehoord hebbende, dan denk ik dat dit een hamerstuk naar de raad toe kan. Ja, het wordt mij ingefluisterd op een spreekstuk, maar als ik u zo hoor en ik hoor de toezegging van de wethouder dat we een evaluatie krijgen na de zomervakantie en dat we op dat moment daarover kunnen oordelen wat we op dat moment doen met de job en dat daar een grote meerderheid van de commissie is, met die opmerking dat de gemeente Belangen wel een job wil voor de jeugd, maar niet op die plek. Blijf ik toch bij dat het een hamerstuk is. Sorry, Grofier. Dat betekent dat we dat hiermee dit agendapunt hebben afgewikkeld. Voorzitter, nog even de aanvulling. VVD is ook niet voor deze locatie. Oké, dank u voor uw aanvulling. Had ik inderdaad niet gezegd. Maar er blijft dit dus zo staan, wat ik gezegd heb. Punt 5 van de agenda, onttrekken Gender weg aan de openbaarheid. Verantwoordelijk wethouder de heer Van Leeuwen. Openierend, de firma Bel Leerdammer heeft het verzoek gedaan om de Gender weg tussen de Rondweg en de Wilhelminastraat aan de openbaarheid te onttrekken. Het college is hier een voorstander van, maar de bevoegdheid ligt bij de raad en een eerder verzoek is in 2010 door de raad afgewezen. Van de raadscommissie wordt nu gevraagd om een opinie of de weg wel of niet aan de openbaarheid moet worden onttrokken, zodat een goed gemotiveerd raadsbesluit kan worden voorbereid. Wederom behandeling in twee ronden. Wie mag ik voor de informerende ronde als eerste het woord geven? U wilt vandaag snel zijn, meneer Veldhuis, dus. Ja, dat is eerlijk kunnen winnen. even kijken, ik heb drietal vragen. Ik zie in het raadsvoorstel staan dat Bel Leerdammer in september met de buurtbewoners over gehad heeft, over het voorstel. Waar ik benieuwd naar ben, is dat zag ik nergens terug, maar misschien zie ik het, lees ik niet goed. Hoe was de reactie van de buurtbewoners hierop? Tweede vraag die we hebben. U geeft aan dat na de bespreking van dit onderwerp in de raadscommissie de procedure van onttrekking mogelijk in gang wordt gezet. Waar hangt dit verder nog van af? We besluiten nu toch op dit moment om de Gerner weg te onttrekken. Tot slot de laatste vraag. U geeft in het raadsvoorstel aan dat het voor de hand ligt de grond over te dragen aan Bel Leerdammer. En dat over de verdeling van de kosten nadere afspraken moeten worden gemaakt. Ik neem toch aan dat de insteek wordt dat Bel Leerdammer de grond moet overnemen en dat de kosten voor rekening van Bel Leerdammer komen. Of zie ik dat verkeerd? Tot zover. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, één vraag van onze kant. Welke mogelijke nadelen ziet de wethouder naast het verliezen van een extra doorgang met nostalgische waarden nog meer in het afsluiten van de Gernerweg? Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, we hebben ook één vraag. Die gaat over dat stukje grond wat eigendom is van de gemeente, 41 meter. De vraag is, ja, het lijkt logisch om het over te dragen aan Bel Leerdammer, maar je zou kunnen zeggen, ja, en overwegen, je houdt het in eigen beheer, maar ik weet niet hoe de wethouder daarnaar kijkt, zodat je daar zeggenschap over houdt. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. De vraag van de VVD, die overname van die grond, die had ik ook. En verder heb ik nog een vraag. Ja, we hebben de vraag van de kaasfabriek over die veiligheid ontvangen. Maar ja, wat komt er terug op dit terrein in deze doodskern? Want de onderliggende vraag van de kaasfabriek is natuurlijk uitbreiding. En heeft het college ook verzoeken van binnen gekregen al? En wat is het gevaar dan wat ons nog staat te wachten in die buurt? Dank u wel, meneer Raamaker. Verder geen vragen aan die kant. Meneer Van Leeuwen, mag ik u het woord geven? Ja, dank u, voorzitter. De directeur van de Belfabriek is vorig voorjaar bij ons op bezoek geweest en aangegeven wat hij graag zou willen.
Daarop heb ik uw raad kennende hem geadviseerd om zijn plannen met de buurt te gaan bespreken. Dat is gebeurd, dat heeft plaatsgevonden, die sessie. Hoe was de reactie daarop van de buurtbewoners? Ik ben er zelf niet bij geweest. Het heeft ook wel, staat ook wel in het verslag. Het was een diverse reactie. Er waren er die er positief in staan. Er zijn ook mensen die daar negatief in staan. Waarom mogelijk in gang worden gezet? Dat is misschien een beetje ongelukkige frase die daar staat. Als u akkoord gaat als raad volgende week, dan gaat het ter inzage worden gelegd. Dan komen er zienswijzen en die zienswijzen komen weer terug hier in de raad. En dan neemt u een definitief besluit dus. Dat is eigenlijk het verhaal, meneer Veldhuis. Ik ben volstrekt met u eens dat als wij Bel een dienst bewijzen, althans zo ervaar ik dat, dat zij dan voor de kosten overdracht et cetera opdraaien. Dat zijn we met elkaar eens. CDA, ziet u mogelijke nadelen? Nou, we hebben het goed bestudeerd. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat mensen een klein stukje om moeten rijden, dan wel lopen, namelijk noordelijk langs de gemeentewerf. En daar kom je op het fietspad langs de rondweg. En anders dan moet je langs de zuidkant lopen om het gebied van de familie Feijen heen. Dat is het enige nadeel wat ik kan zien. Ik zie wel voordelen op het gebied van veiligheid. Die zie ik heel duidelijk. Dus u moet de afweging maken of u de voordelen tegen de nadelen vindt opwegen. ChristenUnie zegt 41 meter overdragen of in eigen beheer. Als we het in eigen beheer houden, draaien we dus ook op voor kosten van onderhoud en beheer. En er gaat nogal wat groot zwaar vrachtverkeer overheen. Dus ik ben geneigd om te zeggen laten we het maar overdragen. Want dan zijn we ook van die kosten af. Dan gemeentebelangen. Die geeft nog één punt extra. Die zeggen wat komt er terug? Uitbreiding. Het is de bedoeling dat het huis wat er staat, dat gesloopt gaat worden. En aan de buurt is ook getoond dat er plannen zijn om daar wat te bouwen. Ik weet niet uit mijn hoofd wat precies, maar het is de bedoeling is dat daar wat extra's gebouwd wordt. Voor zover ik weet, maar dat moeten we even kijken, zou dat hier ook bij de stukken moeten zitten wat daar de bedoeling is? Mocht dat niet zo zijn, dan zorg ik ervoor dat dat voor eind van de week alsnog wordt toegevoegd. Ik kan het misschien nog even aanvullen. Aanmaken. In het verleden zijn die silo's gebouwd en toen was de hele buurt ook daar fel op tegen. Dus ja, wij zijn natuurlijk wel benieuwd wat daar terugkomt. Kijk, als dat huis gesloopt wordt en er komt een pakhuis achter die heg, wat zeg maar niet boven die heg uitkomt. Ja, dan zal wat ik ervan gezien heb is het eerste stuk dat is laag en dan gaat het wat omhoog. En het is een iets andere situatie dan wat u bedoelde, dat pakhuis, want dat zie je zo open en bloot. Daar zijn wel bomen voor gezet destijds in overleg met de buurt ook. Maar nogmaals, als het niet bij de stukken zit, zorg ik ervoor dat dat alsnog erbij komt. Oké. Een plaatje. U heeft het al gevonden, meneer Rooijakkers? Nee. Oké. Nee, omdat u zo een plaatje zei, ik denk, hij vindt het mooi. Dit wat de informerende ronde betreft, denk nog even één aanvulling, wethouder. U had het in de beantwoording van de vragen aan, dacht ik, de VVD, dat we daar volgende week een besluit over nemen. Maar als we dit besluiten volgende week, dat we akkoord gaan, dan moet er een nieuw raadsbesluit gemaakt worden, wat ook eerst erin zagen gelegd moet worden. Definitieve beslissing zal pas later dit jaar plaatsvinden. Klopt, en vandaar ook de zinsneden mogelijk in gang gezet gaan worden, want er volgt nog een hele procedure achterweg. Oké, uw opinie. Ik kijk even rond. Meneer Rooijakkers. Het lijkt mij in goed Nederlands een no-brainer. Dus dat je er niet lang over na hoeft te denken. Dan was het alleen maar om aansprakelijkheid, veiligheid en allerlei andere zaken te vermijden. Daarom zou ik ook veel pleiten om de grond over te dragen. Dan ben je in elk geval van eventuele discussie daarover af. En dan is het een zaak van het bedrijf om de veiligheid te garanderen op haar terrein.
Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, het voorstel is eigenlijk gelijk. Het zet de wethouder ook al gelijk aan het voorstel van een jaar of 8 geleden. En toen was de raad in meerderheid tegen, wij ook overigens. Nou, wat maakt dan dat het nu allemaal anders zou komen te liggen? Die vraag hebben we ons ook zelf gesteld. En daar spelen we ons twee dingen, en die brengt het college ook naar voren. De samenvoeging van de beide terreinen, enerzijds. En de toegenomen verkeersdrukte, en met name het risico wat daarmee samenhangt, hebben we wel zwaar laten doorwegen. En dat maakt dat we uiteindelijk gaan instemmen met het voorstel zoals het er nu ligt. Ik blijf wel even benieuwd naar het plaatje, wat kennelijk nu rondzinkt. Ja. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u voorzitter. Ja, wij hebben als VVD ook geen bezwaar tegen het voorstel. We gaan er ook in mee. Ook voor ons geldt het punt van de veiligheid, wat zwaar weegt. Er is nog nooit iets gebeurd, dat is maar goed ook. Maar als het fout gaat, dan gaat het ook goed fout. Het risico is gewoon te groot. En daarbij komt dat er twee alternatieve routes vlakbij liggen. Dus ja, wat dat betreft is er geen man overboord als we die gener weg uit de roulatie halen, om het zo maar te zeggen. Voorwaarde voor ons is inderdaad ook dat Bel Leerdam eigenaar gaat worden van die grond. En tot slot hebben we nog wel even één suggestie voor het college, wat niet direct met het onderwerp heeft te maken, maar wel met de toename van het aantal fietsbewegingen in die omgeving daar. Het fietspad bij de rondweg daar is heel erg smal. Dus misschien meteen een idee om het daar ook meteen naar te gaan kijken, om misschien iets breder te maken. Tot zover onze inbreng. Ja, ik denk dat dat een ander onderwerp is en niet bij dit stuk hoort, meneer Veldhuis. Maar, was ook een suggestie. Meneer Van Leeuwen? Ja, ik dank u voor de suggestie. Maar als u het niet erg vindt, pak ik dat op met het hele verhaal rond de oversteek Kampmansweg voor de schooljeugd. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor de CDA-fractie staat bij discussies over verkeer en vervoer de verkeersveiligheid altijd met stip op één. En gelukkig hebben er zich nog geen ernstige ongelukken voorgedaan. Maar nu het verzoek voor ligt, moeten we onszelf ook de vraag stellen of we daarop zouden willen wachten. En door het toenemende aantal bewegingen van vrachtwagens in combinatie met de kwetsbaarheid van de fietsers vinden we het als CDA-fractie niet verantwoord. Eigenlijk zijn we wel geschrokken van de beelden die we ook voorgelegd hebben gekregen met al die bijna ongelukken en dan over een korte tijdsperiode. Het historische karakter van het fietspad is ons wel bekend, maar dit weegt voor ons niet op tegen de verkeersveiligheid. Als we de weg besluiten open te houden en het gaat mis, ja, dan dragen wij ook een zekere morele verantwoordelijkheid. Overigens, in de afweging telt van ons ook mee dat de fietsers inderdaad maar 300-325 meter om hoeven te rijden. En er dus goede alternatieven zijn. Naast de inhoudelijke argumenten vinden we trouwens het proces om tot afsluiting te komen ook belangrijk. We zijn daarom blij dat inderdaad eerst voor het formele verzoek met de buurt is gesproken en dat er vervolgens de raadsfracties ook actiever hier mee zijn genomen en het formele traject daarna is gestart. We verwachten deze proactieve houding ook bij de uitvoering en kunnen het ons ook vinden in het voorstel om, of de gedachte om de grond over te doen aan Bel Leerdam. Dus wij zijn daar van harte mee eens. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, voorzitter. We snappen het verzoek van de kaasfabriek, maar er gaat toch wel een stukje historie hiermee weer verloren binnen onze gemeente. En ja, we moeten zuinig zijn op onze rijke historie. En we hebben daarom destijds ook in 2010 tegengestemd vanwege het historische karakter van het weggetje. Een streep door het eerdere weggetje van het oude gevestigde Tranendal was ons een brug te ver destijds. Het was dus niet alleen gemakkelijk en snel weggetje voor de fietsers wat gebruikt werd, maar de historie speelde daar dus een hele grote rol bij. En er stonden huizen, er was een kaaswinkel die druk bezocht werd op 2 'smorgens. En dus een bewuste keuze destijds die erg zwaar woog. Nu is de situatie toch anders geworden. Het huis van de familie Kampers is gesloopt, de fabriekswoning staat leeg. De verkeersveiligheid is nu nog het grote punt van aandacht wat hier wordt genoemd door het college en de fabriek. We hopen dat er geen addertjes meer onder het gras zitten, want daar heb ik net ook over gehad, van dat er iets komt waar de buurt niet blij van wordt. Maar ten aanzien van de veiligheid, daar kunnen we een heel eind hierin meegaan. En dan zouden we ook dit voorstel kunnen steunen. We gaan schoorvoetend
akkoord met de afsluiting van dit historische weggetje. Want het is de Genneweg en ja, dat is toch een bekend begrip in Dalsen geworden. Maar we hopen ook dat de fabriek iets terugdoet voor onze maatschappij. Ik heb dat ook destijds aangegeven. Dat ja, Bel mag ook trots zijn op Dalsen. Dus misschien komt er iets voor terug waar heel Dalsen blij van wordt. Dus wij kunnen schoorvoerend akkoord gaan met het voorstel wat voor ligt. Dank u wel, meneer Raamaker. Ik ga even naar meneer Nijburg van de ChristenUnie, meneer Vleeuwen. Dat is inderdaad heel even, voorzitter, want wij zijn om drie redenen voor dit voorstel. Veiligheid kan in het geding komen, dus daar zijn we het mee eens. Omrijafstanden en tijden blijven binnen de perken. En de communicatie lijkt helder, dus wij stemmen in met het voorstel. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Van Leeuw, u wou nog reageren op meneer Raamaker. Ja, het is niet het hele dorp wat er vrolijk van wordt, maar voor wat het waard is. De volleybalvereniging Dalvo met hun gele shirts worden gesponsord door Bel Leerdammer. Dus dat is al wat ze op maatschappelijk gebied terug doen. Dat ter aanvulling kom ik aan het eind van dit agendapunt. De wethouder heeft toegezegd dat hij voor volgende week nog een overzicht zal doen hoe het eruit zal komen te zien. Daar ga ik vanuit dat er is en dat u daar dan met z'n allen even naar kunt kijken. In ervan uitgaande dat het dan akkoord is, hoor ik alle fracties zeggen dat de veiligheid heel zwaar weegt. En eigenlijk ook dat de grond overgedragen moet worden aan de Leerdammer. Kan ik concluderen dat dit een hamerstuk is met die restrictie dat u het dan verder in behandeling neemt. Zodat er tezijde tijd hier een nieuw raadsbesluit zal komen. Wat ook nog ter inzage zal liggen voor de bevolking. En dat in afwachting een hamerstuk voor. Ja, maar. Ja, het gaat opnieuw naar de raad door een raadsbesluit. Maar u wordt gevraagd het onderwerp Genneweg te bespreken en uw voorkeur uit te spreken over het al dan niet omtrekken van de Genneweg aan de openbaarheid. En daarmee gaat de raad akkoord. En dat doe ik op een hamerstuk wat dit punt betreft en dat we het later terugzien. Maar niet volgende week, of niet, ja, volgende week, maar het raadsbesluit komt later. Dan kunt u zien dat ik het niet altijd eens ben met wat meegepast. Nou, komen we zo op terug. Nou. Punt 5 van de agenda, onttrekken Genneweg aan de openbaarheid. Verantwoordelijk wethouder, de heer Van Leeuwen. Openierend, de firma Bel Leerdammer heeft een verzoek gedaan om de Genneweg tussen de Rondweg en de Wilhelminastraat aan de openbaarheid te onttrekken. Het college is hier een voorstander van, maar de bevoegdheid ligt bij de raad en een eerder verzoek is in 2010 door de raad afgewezen. Van de raadscommissie wordt nu gevraagd om een opinie of de weg wel of niet aan de openbaarheid moet worden onttrokken, zodat een goed gemotiveerd raadsbesluit kan worden voorbereid. Wederom behandeling in twee ronden. Wie mag ik voor de informerende ronde als eerste het woord geven? U wilt vandaag snel zijn, meneer Veldhuis, dus. Ja, dat is eerlijk kunnen winnen. even kijken, ik heb drietal vragen. Ik zie in het raadsvoorstel staan dat Bel Leerdammer in september met de buurtbewoners over gehad heeft over het voorstel. Waar ik benieuwd naar ben is, dat zag ik nergens terug, maar misschien zie ik het, lees ik niet goed. Hoe was de reactie van de buurtbewoners hierop? Tweede vraag die we hebben, u geeft aan dat na de bespreking van dit onderwerp in de raadscommissie de procedure van onttrekking mogelijk in gang wordt gezet. Waar hangt dit verder nog van af? We besluiten nu toch op dit moment om de Genneweg te onttrekken. Tot slot, laatste vraag. U geeft in het raadsvoorstel aan dat het voor de hand ligt de grond over te dragen aan Bel Leerdammer. En dat over de verdeling van de kosten nadere afspraken moeten worden gemaakt. Ik neem toch aan dat de insteek wordt dat Bel Leerdammer de grond moet overnemen. En dat de kosten voor rekening van Bel Leerdammer komen. Of zie ik dat verkeerd? Tot zover. Dank u wel, meneer Veldhuis.
Meneer Cowen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, één vraag van onze kant. Welke mogelijke nadelen ziet de wethouder naast het verliezen van een extra doorgang met nostalgische waarden nog meer in het afsluiten van de Gerneweg? Dank u wel, meneer Cowen. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, we hebben ook één vraag. Die gaat over dat stukje grond wat eigendom is van de gemeente, 41 meter. De vraag is, ja, het lijkt logisch om het over te dragen aan Bellidamme, maar je zou ook kunnen zeggen, ja, en overwegen, je houdt het in eigen beheer, maar ik weet niet hoe de wethouder daarnaar kijkt, zodat je daar zeggenschap over houdt. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. De vraag van de VVD, die overname van die grond, die had ik ook. En verder heb ik nog een vraag. Ja, we hebben de vraag van de kaarsfabriek over die veiligheid ontvangen. Maar ja, wat komt er terug op dit terrein in deze doodskern? Want de onderliggende vraag van de kaarsfabriek is natuurlijk uitbreiding. En heeft het college ook verzoeken van binnen gekregen al? En wat is het gevaar dan wat ons nog staat te wachten in die buurt? Dank u wel, meneer Raamaker. Verder geen vragen aan die kant. Meneer Van Leeuwen, mag ik u het woord geven? Ja, dank u, voorzitter. De directeur van de Belfabriek is vorig voorjaar bij ons op bezoek geweest en aangegeven wat hij graag zou willen. Daarop heb ik uw raad kennende hem geadviseerd om zijn plannen met de buurt te gaan bespreken. Dat is gebeurd, dat heeft plaatsgevonden, die sessie. Hoe was de reactie daarop van de buurtbewoners? Ik ben er zelf niet bij geweest. Het heeft ook wel, staat ook wel in het verslag. Het was een diverse reactie. Er waren er die er positief in staan. Er zijn ook mensen die daar negatief in staan. Waarom mogelijk in gang worden gezet? Dat is misschien een beetje ongelukkige frase die daar staat. Als u akkoord gaat als raad volgende week, dan gaat het ter inzage worden gelegd. Dan komen er zienswijzen en die zienswijzen komen weer terug hier in de raad. En dan neemt u een definitief besluit. Dus dat is eigenlijk het verhaal, meneer Veldhuis. Ik ben volstrekt met u eens dat als wij Bel een dienst bewijzen, althans zo ervaar ik dat, dat zij dan voor de kosten overdracht, et cetera, opdraaien. Dat zijn we met elkaar eens. CDA, ziet u mogelijke nadelen? Nou, we hebben het goed bestudeerd. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat mensen een klein stukje om moeten rijden, dan wel lopen. Namelijk noordelijk langs de gemeentewerf. En daar kom je op het fietspad langs de rondweg. En anders dan moet je langs de zuidkant lopen. Om het gebied van de familie Feijen heen. Dat is het enige nadeel wat ik kan zien. Ik zie wel voordelen op het gebied van veiligheid. Die zie ik heel duidelijk. Dus u moet de afweging maken of u de voordelen tegen de nadelen vindt opwegen. ChristenUnie zegt 41 meter overdragen of in eigen beheer. Als we het in eigen beheer houden, draaien we dus ook op voor kosten van onderhoud en beheer. En er gaat nogal wat groot, zwaar vrachtverkeer overheen. Dus ik ben geneigd om te zeggen, laten we het maar overdragen. Want dan zijn we ook van die kosten af. Dan gemeentebelangen. Die geeft nog één punt extra. Die zeggen, wat komt er terug? Uitbreiding. Het is de bedoeling dat het huis wat er staat, dat gesloopt gaat worden. En aan de buurt is ook getoond dat er plannen zijn om daar wat te bouwen. Ik weet niet uit mijn hoofd wat precies, maar het is de bedoeling is dat daar wat extra's gebouwd wordt. Voor zover ik weet, maar dat moeten we even kijken, zou dat hier ook bij de stukken moeten zitten wat daar de bedoeling is. Mocht dat niet zo zijn, dan zorg ik ervoor dat dat voor eind van de week alsnog wordt toegevoegd. Ik kan het misschien nog even aanvullen. Meneer Raamaker. In het verleden zijn die silo's gebouwd en toen was de hele buurt ook daar fel op tegen. Dus ja, wij zijn natuurlijk wel benieuwd wat daar terugkomt. Kijk, als dat huis geslopen wordt en er komt een pakhuis achter die heg
wat zeg maar niet boven die heruit komt. Ja, dan wat ik ervan gezien heb, is het eerste stuk dat is laag en dan gaat het wat omhoog. En het is een iets andere situatie dan wat u bedoelde, dat pakhuis. Want dat zie je zo open en bloot. Daar zijn wel bomen voorgezet destijds in overleg met de buurt ook. Maar nogmaals, als het niet bij de stukken zit, zorg ik ervoor dat dat alsnog erbij komt. Oké. Okay. Een plaatje. U heeft het al gevonden, meneer Rooijakkers? Nee. Oké. Okay. Omdat u zo een plaatje zei, ik denk, nou, hij vindt het mooi. Dit wat de informerende ronde betreft, denk nog even één aanvulling, wethouder. U had het in de beantwoording van de vragen aan, dacht ik, de VVD, dat we daar volgende week een besluit over nemen. Maar als we dit besluiten volgende week, dat we akkoord gaan, dan moet er een nieuw raadsbesluit gemaakt worden, waar het ook eerst erin gelegd moet worden. Definitieve beslissing zal pas later dit jaar plaatsvinden. Klopt, en vandaar ook de zinsnede mogelijk in gang gezet gaan worden, want er volgt nog een hele procedure achterweg. Oké, okay. Uw opinie. Ik kijk even rond. Meneer Rooijakkers. Het lijkt mij in goed Nederlands een no-brainer. Dus dat je er niet lang over na hoeft te denken. Dan was het alleen maar om aansprakelijkheid, veiligheid en allerlei andere zaken te vermijden. Daarom zou ik ook veel pleiten om de grond over te dragen. Dan ben je in elk geval van eventuele discussie daarover af. En dan is het een zaak van het bedrijf om de veiligheid te garanderen op haar terrein. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, het voorstel is eigenlijk gelijk. Het zei de wethouder ook al gelijk aan het voorstel van een jaar of 8 geleden. En toen was de raad in meerderheid tegen, wij ook overigens. Wat maakt dan dat het nu allemaal anders zou komen te liggen? Die vraag hebben we ons ook zelf gesteld. En daar spelen we ons twee dingen, en die brengt het college ook naar voren. De samenvoeging van de beide terreinen, enerzijds. En de toegenomen verkeersdrukte, en met name het risico wat daarmee samenhangt, hebben we wel zwaar laten doorwegen. En dat maakt dat we uiteindelijk gaan instemmen met het voorstel zoals het er nu ligt. Blijf wel even benieuwd naar het plaatje wat kennelijk nu rondzinkt. Ja. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, wij hebben als VVD ook geen bezwaar tegen het voorstel. We gaan er ook in mee. Ook voor ons geldt het punt van de veiligheid wat zwaar weegt. Er is nog nooit iets gebeurd, dat is maar goed ook. Maar als het fout gaat, dan gaat het ook goed fout. Het risico is gewoon te groot. En daarbij komt dat er twee alternatieve routes vlakbij liggen. Dus wat dat betreft is er geen man overboord als we diegene weg uit de roulatie halen, om het zo maar te zeggen. Voorwaarde voor ons is inderdaad ook dat Bel-Leerdammer eigenaar gaat worden van die grond. En tot slot hebben we nog wel even één suggestie voor het college, wat niet direct met het onderwerp heeft te maken, maar wel met de toename van het aantal fietsbewegingen in die omgeving daar. Het fietspad bij de rondweg daar is heel erg smal. Dus misschien meteen een idee om het daar ook meteen naar te gaan kijken, om misschien iets breder te maken. Tot zover onze inbreng. Nou, ik denk dat dat een ander onderwerp is en niet bij dit stuk hoort, meneer Veldhuis, maar... Was ook een suggestie. Meneer Van Leeuwen? Ja, ik dank u voor de suggestie. Maar als u het niet erg vindt, pak ik dat op met het hele verhaal rond de oversteek Kampmansweg voor de schooljeugd. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor de CDA-fractie staat bij discussies over verkeer en vervoer de verkeersveiligheid altijd met stip op één. En gelukkig hebben er zich nog geen ernstige ongelukken voorgedaan. Maar nu het verzoek voor ligt, moeten we onszelf ook de vraag stellen of we daarop zouden willen wachten. En door het toenemende aantal bewegingen van vrachtwagens in combinatie met de kwetsbaarheid van de fietsers vinden we het als CDA-fractie niet verantwoord. Eigenlijk zijn we wel geschrokken van de beelden die we ook voorgelegd hebben gekregen met al die bijna ongelukken en dan over een korte tijdsperiode. Het historische karakter van het fietspad is ons wel bekend, maar dit weegt voor ons niet op tegen de verkeersveiligheid. Als we de weg besluiten open te houden en het gaat mis, ja, dan dragen wij ook een zekere morele verantwoordelijkheid. Overigens, in de afweging telt van ons ook mee dat de fietsers inderdaad maar 325 meter om hoeven te rijden. En er dus goede alternatieven zijn. Naast de inhoudelijke argumenten vinden we trouwens het proces om tot afsluiting te komen ook belangrijk. We zijn daarom blij dat inderdaad eerst
voor het formele verzoek met de buurt is gesproken. En dat er vervolgens de raadsfracties ook actiever hier mee zijn genomen. En het formele traject daarna is gestart. We verwachten deze proactieve houding ook bij de uitvoering. En kunnen het ons ook vinden in het voorstel om, of de gedachte om de grond over te doen aan Bel-Leerdammen. Dus wij zijn daar van harte mee eens. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, voorzitter. We snappen het verzoek van de kaasfabriek. Maar er gaat toch wel een stukje historie hiermee weer verloren binnen onze gemeente. En ja, we moeten zuinig zijn op onze rijke historie. En we hebben daarom destijds ook in 2010 tegengestemd vanwege het historische karakter van het weggetje. Een streep door het eerdere weggetje van het oude gevestigde Tranendal was ons een brug te ver destijds. Het was dus niet alleen gemakkelijk en snel weggetje voor de fietsers wat gebruikt werd, maar de historie speelde daar dus een hele grote rol bij. En er stonden huizen, er was een kaaswinkel die druk bezocht werd op 2 's morgens. En dus een bewuste keuze destijds die erg zwaar woog. Nu is de situatie toch anders geworden. Het huis van de familie Kampers is gesloopt, de fabriekswoning staat leeg. De verkeersveiligheid is nu nog het grote punt van aandacht wat hier wordt genoemd door het college en de fabriek. We hopen dat er geen addertjes meer onder het gras zitten, want daar heb ik net ook over gehad, van dat er iets komt waar de buurt niet blij van wordt. Maar ten aanzien van de veiligheid, daar kunnen we een heel eind hierin meegaan. En dan zouden we ook dit voorstel kunnen steunen. We gaan schoorvoetend akkoord met de afsluiting van dit historische weggetje. Want het is de Genneweg en ja, dat is toch een bekend begrip in Dalsen geworden. Maar we hopen ook dat de fabriek iets terug doet voor onze maatschappij. Ik heb dat ook destijds aangegeven. Dat Bel mag ook trots zijn op Dalsen. Dus misschien komt er iets voor terug waar heel Dalsen blij van wordt. Dus wij kunnen schoorvoetend akkoord gaan met het voorstel wat voor ligt. Dank u wel, meneer Raamaker. Ik ga even naar meneer Nijburg van de ChristenUnie, meneer Verleeuwen. Dat is inderdaad heel even, voorzitter, want wij zijn om 3 redenen voor dit voorstel. Veiligheid kan in het geding komen, dus daar zijn we het mee eens. Omrijafstanden en tijden blijven binnen de perken. En de communicatie lijkt helder, dus wij stemmen in met het voorstel. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Verleeuwen, u wou nog reageren op meneer Raamaker. Ja, het is niet het hele dorp wat er vrolijk van wordt, maar voor wat het waard is. De volleybalvereniging Dalvo met hun gele shirts worden gesponsord door Bel-Leerdammer. Dus dat is al wat ze op maatschappelijk gebied terug doen. Dat ter aanvulling kom ik aan het eind van dit agendapunt. De wethouder heeft toegezegd dat hij voor volgende week nog een overzicht zal doen hoe het eruit zal komen te zien. Daar ga ik vanuit dat er is en dat u daar dan met z'n allen even naar kunt kijken. In ervan uitgaande dat het dan akkoord is, hoor ik alle fracties zeggen dat de veiligheid heel zwaar weegt. En eigenlijk ook dat de grond overgedragen moet worden aan de Leerdammer. Kan ik concluderen dat dit een hamerstuk is met die restrictie dat u het al verder in behandeling neemt. Zodat er tezijn de tijd hier een nieuw raadsbesluit zal komen. Wat ook nog ter inzage zal liggen voor de bevolking. En dat in afwachting een hamerstuk voor. Ja, maar. Ja, het gaat opnieuw naar de raad door een raadsbesluit. Maar u wordt gevraagd het onderwerp Genneweg te bespreken en uw voorkeur uit te spreken over het al dan niet omtrekken van de Genneweg aan de openbaarheid. En daarmee gaat de raad akkoord. En dat doe ik op een hamerstuk wat dit punt betreft en dat we het later terugzien. Maar niet volgende week, of niet, ja, volgende week, maar het raadsbesluit komt later. Dan kunt u zien dat ik het niet altijd eens ben met wat meegepast. Nou, komen we zo op terug. Nou. Zes verder. Mijn evaluatie, GBLT, verantwoordelijk wethouder, de heer Van Leeuwen. Openierend.
In de kadernota verbonden partijen, maart 2016, is vastgelegd dat aan het eind van iedere raadsperiode een evaluatie zal plaatsvinden van de verbonden partijen aan de hand van het afwegingskader uit de kadernota. Doel van de evaluatie is antwoord te geven op de vraag of de verbonden partij nog steeds de geëigende vorm is om de doelstellingen van de gemeente te realiseren. In december is de veiligheidsregio geëvalueerd. Vanavond is het de beurt aan het gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn, oftewel GBLT. Op uw wenken, meneer Royakkers. Het evaluatierapport is helaas enige tijd offline geweest, maar staat sinds vandaag wel weer bij de stukken. En dit opmerkende ook hier in twee ronden. En wie mag ik als eerste het woord geven in de informerende ronde? Kijk even verder. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Met dank voor deze evaluatie. In hoofdlijnen gelezen, moet ik zeggen, omdat die vrij laat beschikbaar kwam. We hebben een paar punten die we toch in deze eerste ronde aan de orde willen stellen. Allereerst onze vraag over de lastige dubbele pet die de wethouder ervaart. Kan die daar iets over zeggen? En de vraag die erachter zit is van, is Dalfsen voldoende bediend? Dan een vraag over het spanningsveld tussen gevraagde informatie en de toepassing van de privacyreglementen. Wij hebben gemerkt dat in de werkelijkheid het lastig is voor de gemeente zelf als opdrachtgever om privacygebonden gegevens terug te krijgen. Dat vinden we toch een wat merkwaardige situatie, dat je als opdrachtgever er niet over zou mogen beschikken. En ik vind dat ook af en toe verdraaid lastig als het gaat over de volksvertegenwoordigende rol die wij hier hebben. Want als mensen je aanspreken over een bepaalde situatie, kan er niet adequaat en concreet vanuit het college eigenlijk een antwoord komen. En dat is iets wat we toch merkwaardig vinden. Dus hoe kijkt het college daar tegenaan? Dan missen we eigenlijk een beoordeling van, in de evaluatie van de klantgerichtheid en de klanttevredenheid. Misschien kan de wethouder daar iets over zeggen. Verder wordt aangekondigd dat er een risicoanalyse gaat plaatsvinden. Onze vraag op dit moment is van wat is eigenlijk het grootste risico van de GBLT op dit moment? In de financiële sfeer is onze vraag, er worden 10 ontwikkelingen vermeld in de evaluatie. Eigenlijk is het meer een prognose voor de komende tijd. Maar zijn die ontwikkelingen ook financieel mee vertaald in het financiële plaatje? En de laatste vraag is wat ons betreft, heeft de wethouder misschien ook behoefte aan behandeling van de kadernota van de GBLT in de gemeenteraad? Er wordt nu gesuggereerd dat dat niet gaat plaatsvinden, maar is dat nou verstandig? Dat zijn onze vragen. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Het kan zijn dat ik in iets andere bewoording eenzelfde soort vraag stel als mijn voorganger, maar dan is dat maar niet al even zo. In het stuk staat dat de kwaliteit van de dienstverlening voor Dalfsen er op achteruit is gegaan vergeleken met het laatste jaar dat de gemeente het zelf nog deed. Nou staat daar vervolgens, GBLT gaat een transitie in. Een verbetertraject neem ik dan maar even aan. Mijn vraag zou dan zijn, gaat die transitie ook nog meer extra geld kosten? Extra ten opzichte van datgene wat nu al bekend is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u. Veel vragen zijn al gesteld, die wij ook hadden. Nog even een aanvulling op die vraag over de dubbele petten. Heeft u zelf ook misschien ook suggesties, want daar zult u vast wel over nagedacht hebben, om te voorkomen dat het de dragen van twee petten wordt voorkomen? Heeft u daarover na kunnen denken misschien? Wij zaten erover na te denken, we dachten van ja, wat kun je doen? Je kunt er een wethouder bij zetten of misschien iemand anders bij zetten, naast u zeg maar met die verschillende petten. Maar misschien heeft u daar zelf al over nagedacht. Uit de evaluatie blijkt dat de besparingen in de jaren 2016 en 2017 tegenvallen. Is het duidelijk wat we voor de komende jaren mogen verwachten? Zijn deze verwachtingen bijvoorbeeld ook al verwerkt in de meerjarenbegrotingen? Het gaat dus niet om het getal, maar even om het punt. Tot zover onze vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Kijk even, meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter.
aanvullend op de vragen die al gesteld zijn, nog een paar dingetjes. Dat punt van die betrouwbare gegevens die blijkbaar moeite kost om die boven water te krijgen, dat lijkt niet alleen een kwestie van privacywetgeving. Heeft de wethouder voldoende inzicht in waar de schoen nou precies wringt? Dan dat zorgpunt van die risicobeheersing. Als de GBLT dat niet voldoende voor elkaar heeft en de risico's niet voldoende in beeld heeft, dan zou dat eigenlijk betekenen dat de gemeente in zijn weerstandsvermogen daar rekening mee moet houden. Daar extra voor zou moeten reserveren. Zijn we daarop voorbereid? Hoe staat u daar tegenover? Dan over het financiële stukje. Op pagina 10 van de evaluatie staat dat de voorgestelde besparingen worden gegarandeerd. Wat houdt dat nou precies in? En geldt dat dan ook met terugwerkende kracht over de eerste jaren waarin die besparingen niet gehaald zijn? Daar wil ik het even bij laten, voorzitter. Dank u. Dank u wel, meneer Lachtenberg. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, de vraag van de dubbele pet is door de ChristenUnie ook al aangehaald. De privacywetgeving GBLT eveneens. We hebben wel de vraag dat we heel veel signalen krijgen dat de burger zich niet geroepen voelt om te bellen. Want ze worden van een kastje naar de muur gestuurd. Dus daar is heel veel onvrede. En hoe kunnen we dat gaan oplossen? En u verwacht goed te scoren, staat in het stuk. En om dat goed te behalen in 2019, gaat dat lukken? En de centrale vraag is eigenlijk, is deze aansluiting bij de GBLT wel een juiste stap geweest voor de gemeente Dalfsen? Levert het in de toekomst ons voordeel op? Want groter, heb ik altijd al gezegd, is niet altijd beter. Dan staat er in de stukken, de precario-rechten worden door onszelf nog geheven, de markt. Precario recht op de markt. Waarom is die keuze zo gemaakt? Dan staat er iets in, Agricola is uw vervanger. Mijn vraag is, wie wordt de nieuwe vervanger van Agricola? En de laatste, de begrotingsperiode wordt genoemd van 2018 tot 20.121. Dat lijkt me een hele lange periode. Dat waren mijn vragen. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Van Leeuwen. Ja, dank u voorzitter. Er zijn een paar vragen bij, die heb ik toch even hulp nodig zometeen van mevrouw Volkering met uw welnemen. Maar ik ga mijn best doen om zo goed mogelijk de vragen te beantwoorden. De ChristenUnie vraagt de dubbele pet. Wordt Dalfsen wel voldoende bediend? De VVD vraagt er ook naar, gemeentebelangen vraagt ernaar. Dat is inderdaad... Dat was in het begin een lastige. Dat zal ik niet onder stoel of banken steken. Ik heb ook de gemeente mogen vertegenwoordigen bij de gemeenschappelijke regeling, de WESO. En ook daar had ik de rol van enerzijds algemeen bestuurder en anderzijds aandeelhouder. Maar dat ging toch een stuk makkelijker, omdat die vergaderingen strikt gescheiden waren. En dat je dan echt... Het ene moment zit je daar als bestuurder en het andere moment zit je daar als aandeelhouder. Wat het grote voordeel is overigens nu bij GBLT, is dat we dezelfde belangen hebben. De gemeente heeft er een voordeel in gezien om hierbij aan te sluiten, meneer Raamaker, omdat het kostenbesparend werkt, enerzijds, weliswaar niet meteen zoals we gedacht hadden, maar het werk kostenbesparend. U heeft daar vandaag ook nog een overzicht over toegezonden gekregen. En anderzijds, en dat is minstens zo belangrijk, de continuïteit is veel beter gewaarborgd dan met één of twee of drie mensen die bij de gemeente werkzaam zijn. Je hebt nu een compleet apparaat erachter staan. Dat apparaat niet optimaal functioneerde, is overigens duidelijk. Dus die petten... Ik moet zeggen dat dat in de loop van de afgelopen twee jaar behoorlijk... ik denk dat ik daar aardig in de rol gegroeid ben. En dat dat beter uit elkaar te houden is en ook transparanter te maken is. Het privacyreglement, ook door diverse partijen naar gevraagd. Daar zijn we sinds bijna een jaar mee in gesprek. Omdat we er inderdaad achter kwamen,
Dat waren toch onze gegevens en waarom kunnen we daar nou niet meer over beschikken? Nou, dat is bij wet geregeld in Nederland. Maar gelukkig is er ook een ontsnappingsclausule gevonden. Want in de wet reisbelastingen en de invorderingswet kan het dagelijks bestuur van GBLT bepalen dat er ontheffing mogelijk is. Er wordt op dit moment op de achtergrond door een werkgroep hard gewerkt aan in welke gevallen het dagelijks bestuur dan die ontheffing kan verlenen, zodat wij toch gebruik kunnen maken van de door ons gewenste gegevens. Er wordt binnenkort vastgesteld. Ik weet niet of dat bij de eerstvolgende bestuursvergadering is, maar misschien dat mevrouw Volkering daar meer informatie over heeft. Dan zegt de ChristenUnie, maar ook diverse anderen, de klantgerichtheid en het klanttevredenheidsonderzoek. Daar heb ik geen beoordeling van gezien. En ook gemeentebelangen geeft aan dat er regelmatig klachten binnenkomen bij u over de wijze waarop klanten worden bejegend. Nou, dat moet ik helaas onderschrijven. Daarover is ook in het algemeen bestuur een aantal keren gesproken en is de bestuurder opdracht gegeven, de directeur moet ik zeggen, om daar een verbetertraject in te zetten. Dat heeft ook plaatsgevonden. Er zijn trainingen geweest voor mensen. Dan nog gaat het soms wel eens mis. De afspraken die we nu hebben op het moment dat wij een dergelijk signaal binnenkrijgen, en ik ben ook een aantal keren benaderd, het zij telefonisch, het zij via de e-mail, dan gaat het naar de afdeling. Die nemen contact op met een contactpersoon bij GBLT. En binnen 24 uur wordt de klant die geklaagd heeft teruggebeld. En ik moet zeggen dat op dit moment wij het als een constructieve samenwerking ervaren op het gebied van klantvriendelijkheid. Er is, dat is in het voorlopig resultaat, oktober, staat mij bij dat ik iets gezien heb van een score op het gebied van telefoonbeantwoorden. Ik kijk ook even naar mevrouw Volkering. Ik dacht dat er een score was van ongeveer 93% resultaat waarin het de telefoons ook onmiddellijk direct beantwoord kunnen worden. Dat was veel slechter, dat is dus aanzienlijk verbeterd. We kunnen die gegevens nog wel proberen even voor u te achterhalen overigens. Wat is het grootste risico bij GBLT op dit moment? Dat vind ik een lastige. Omdat er de afgelopen 2 jaar een behoorlijk verbeterd traject is ingezet. Januari 2016 is er een extern rapport opgeleverd waarin de vinger op diverse open wondes werd gelegd. En daar is door de directie is op geacteerd. Er zijn een aantal risico's benoemd. Het aantal weet ik niet precies uit mijn hoofd. En daar zijn allemaal verbeteracties opgezet en ook momenten waarop dat gerealiseerd moet zijn. Ik denk dat dankzij die verbeteracties die hebben plaatsgevonden en ook trainingen die intern mensen hebben gevolgd, een verandering van de werkprocessen waarbij eigen verantwoordelijkheid ook een belangrijke rol speelt, dat de risico's op dit moment onder controle zijn, dat die beheersbaar zijn. Er zijn nog wat na, en dat is een na-eil-effect, want er was een moment van toetreden van Dalfsen, bleek er toch achterstanden te zijn in de invorderingen bij met name de waterschappen. Ik kreeg vorige week ook nog een aanslag over 2015 thuis. En daar is een inhaalslag gemaakt. Bij de gemeenten, moet ik zeggen, gaat het goed. Dat schijnt toch een ander proces te zijn, waardoor het makkelijker of in elk geval beter gaat. Behoefte de kadernota van GBLT te behandelen in de raad.
daarover wil ik graag in het algemeen bestuur nog eens een keer van gedachten wisselen. De idee was dat met name de begroting door de Raad behandeld zou worden, terwijl bij ons nou juist de gedachte leeft dat je beter de kadernota kunt bespreken. Daar stuur je op en daar volgt een begroting uit. Dus die discussie wil ik nog een keer aangaan in het algemeen bestuur. Partij van de Arbeid, kwaliteit dienstverlening minder. Gaat de transitie extra geld kosten wat nog niet ingeboekt is? Leg ik even bij mevrouw Volkerink neer. Kan ik nu niet uit mijn hoofd beantwoorden. VVD, tegenvallende besparingen, zijn die verwerkt in de begroting? Ja, die zijn verwerkt. Dus daar is rekening mee gehouden. CDA, betrouwbare gegevens boven water krijgen. Ik weet niet precies wat u daarmee bedoelt, meneer Lochtenberg. Meneer Lochtenberg? Het wordt opgemerkt in het stuk zelf en ook in uw samenvatting. Misschien dat daar ook mevrouw Volkerink dan even op in zou kunnen gaan. Risicobeheersing heb ik het net over gehad. Ik denk zelf, ik ben van mening dat de GBLT de risico's in beeld heeft. Dat de risico's, dat er ook beheermaatregelen op zijn gezet. En dat wij als gemeente daar op dit moment geen verhoogd risico lopen. Zodat we daar niet extra voor hoeven reserveren. En dan had u het nog over besparingen die gegarandeerd zijn, maar dat wil ik dan ook even bij mevrouw Volkerink neerleggen. Blij dat ze erbij is. Ja, dat weet ik niet. Dat moet ik nog maar even afwachten, meneer Rooijakkers. Gemeentebelangen. Het predicaat goed van de waarderingskamer. De gemeente Dalfsen had dat. Dat is nu voldoende geworden. 2019 is het jaar waarop gemikt wordt om opnieuw weer goed te halen. Gaat dat lukken? Ik kan alleen zeggen dat daar alles op gericht is en dat daar alle inzet op wordt gepleegd om dat voor elkaar te krijgen. Levert het voordeel op? Nou, u heeft nogmaals daar vanmiddag, misschien heeft u nog niet gezien, een overzichtje van gekregen. Ja, het levert voordeel op, zowel financieel als. En dat vind ik minstens zo belangrijk qua robuustheid. Je kunt op deze manier een klappen makkelijker opvangen. De marktgelden doen we nog zelf. Dat heeft in mijn beleving vooral te maken. A, het is een zeer gering bedrag. En B, de marktkooplieden wisselen nog wel eens. En dat is wat lastiger om dat in beeld te houden. Ik heb het idee, voorzitter, dat voor zover ik het kon beantwoorden dat ook gebeurd is. Maar misschien dat mevrouw Volkerink van u verder mag gaan. Welkom mevrouw Volkerink. Ik had u nog niet aangekondigd, maar aan u de eer om de nodige vragen die de wethouder overgedragen heeft om die te beantwoorden. Ja, ik ga mijn best doen. Besluit over de besluitgegevensverstrekking, het herzienbesluit. Dat wordt waarschijnlijk genomen in maart door het AB. En dan kijk ik even. DB, en dat is klopt, hè? Ja. 7 maart, hoor ik. Dan stond er nog een vraag open over de kwaliteit van dienstverlening en of die transitie extra geld kost. Dat kost in principe geen extra geld, dat is verwerkt in de begroting. Dus dat gaat niet nu tot extra middelen. Nee, er zijn geen extra middelen nodig. En dan kijk ik even verder. De besparingen, of die gegarandeerd zijn. De besparingen voor 2018 en verder, zoals die geschetst zijn in het rapport, die zijn in die zin gegarandeerd. Alleen u verwijst volgens mij naar een zinsnede uit het raadsbesluit destijds, 2015. Waarin stond van de besparingen van, zijn gegarandeerd. En dan gaat het om een besparing van 110.000 tot 125.000. Klopt dat? Mag ik voorzitten? Meneer Wachtenberg? Ja, ik verwijs naar de evaluatie zelf. Daar, ja. Pagina 10, daar wordt het genoemd. Dat gaat inderdaad over die bedragen van de eerste jaren 110 en dan oplopen naar 125. En daar staat er, die besparingen zijn gegarandeerd. Ja, dat dus klopt. Dus ik vroeg me af, wat houdt dat in dan? Ja, dat klopt. Dat is gecommuniceerd aan de Raad in 2015 met de toetreding tot GBLT dat een besparing zou opleveren van die omvang.
Nu hebben we een en ander op een rij gezet en nu blijkt dat in 2016 en 2017 die besparingen van een iets andere omvang zijn geweest. De verwachting is dat de besparingen vanaf 2018 verder oploopt. Dus met terugwerkende kracht kunnen wij nu, hè, daar kan je niks meer aan doen. En vanaf 2018 wordt die besparing van andere omvang. Ja, het is me niet helemaal, voorzitter. Het is me niet helemaal, ja. Het is me niet helemaal duidelijk. Mijn vraag is vrij simpel, wat houdt de garantie dan in? Want ja. Waar heeft het voor zin om een garantie te melden als het geen garantie is? Ja, dat is destijds inderdaad in 2015 gemeld, maar dat is gebleken geen garantie. Want de besparing was geen 110 tot 125.000 in 2016 en 2017. Mag ik, ik denk dat het een verantwoordelijkheid is van de wethouder. Dus wethouder, wil u daar nog even verder op ingaan? Ja, de prognoses die waren erg positief en hoog gespannen. Dat rapport waar ik net naar verwees, 2016, noopte tot zeer direct ingrijpen en een financiële injectie om ook de verbeteringen mogelijk te maken. Daardoor is die besparing lager uitgekomen. U heeft gelijk als u zegt, ja, maar dat is gegarandeerd. ik ben bang dat het garantie tot de voordeur was. Dank u wel voor deze aanvulling. Even kijken, mevrouw Volkering, had u nog... Volgens mij zijn de vragen daarmee beantwoord. En anders hoor ik het graag. Ik kijk even rond. Meneer Nijkamp. Een vraag voor mevrouw Volkering of voor de wethouder? Dat weet ik niet wie die gaat beantwoorden, maar... Ik had gevraagd naar die 10 ontwikkelingen, in welke mate dat die ook al in het meerjarenperspectief financieel zijn vertaald. Dank u wel. Ik kijk nog even verder rond. Verder geen aanvullende vragen naar aanleiding van de beantwoording. Ik kan een vraag stellen. Meneer Raamaker. Over de looptijd van die begroting van 2018 staat het tot 2021. Dus dat zal 2021 moeten zijn. En de opvolger van Agricola. Wethouder, aan u het woord. Ja, vraag van de heer Nijkamp, zometeen even mevrouw Volkink, alstublieft. U heeft volkomen gelijk, dat moet natuurlijk zijn 2018-2021, lijkt me helder. En de opvolger van de heer Agricola zit hier naast mij, dus ik word bij ontstentenis vervangen door collega Schuurman. Mevrouw Volkering. Ja, de vraag of de ontwikkelingen zijn vertaald in het financiële plaatje. Het betreft een aantal ontwikkelingen waar bestuur, het algemeen bestuur in 2018 besluiten over zal gaan nemen. Dus die konden we nog niet in het plaatje meevertalen. We hebben in de tekst geschetst wat dat naar verwachting voor financieel effect zou hebben. Dank u wel. Dan ga ik over naar het opinierende gedeelte van... dit agendapunt en wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u voorzitter. Ja, VVD is natuurlijk voorstander voor het uitbesteden van werkzaamheden, mits deze leiden tot schaalvoordelen en daarmee ook kostenvoordelen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit en we steunen daarom ook het college om strak toe te zien op de kwaliteit van de dienstverlening met het uiteindelijke doel weer de kwalificatie goed te behalen. Zonder dat daar bij de kostenbeheersing uit het oog wordt verloren. Tot zover onze inbreng. We zijn verder akkoord. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. U refereerde al aan mijn vraag over GBLT in december. We kregen een naheffingsaanslag en dat bleek van het waterschap te zijn 2015. En... ja, u hebt het ook gehad gelukkig, dat ik niet de enige ben. Maar het gaat me niet zozeer om die naheffingsaanslag, want ik denk dat het ook misschien meer met waterschap ligt dan met GBLT. Maar meer over de formele brief. We hebben recht om nog zoveel jaren die naslag op te leggen. Dus hier hebt u de aanslag. Leg nou even uit wat het is. En dat heeft iets te maken met die communicatie. Maar voor het overige... voorspelde kostenreductie heb ik begrip voor dat dat in de toekomst komt. En risico's wil ik opmerken dat het ook risico's heeft als je het zelf blijft doen. Dat hebben we denk ik bij de afweging betrokken.
Je zit met automatiseringssystemen, je zit met allerlei andere zaken die je kleinschalig allemaal zelf moet doen. En die risico's zijn afgewogen en er is een wel overwogen besluit genomen om met GBLT in zee te gaan. En ik steun dan ook het voorstel wat er voor ligt om er strak bovenop te zitten, maar het wel met een positieve grondhouding. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik ben geloof ik iets minder begripvol dan mijn buurman. Inmiddels is in ieder geval duidelijk dat het voordeel, zoals dat was ingeschat, fors kleiner is. Ook al wordt het wat gemaskeerd door de correctie van de indexatie. Maar ook dat is misschien weer wat al te optimistisch ingeschat en dan kan het uiteindelijk toch weer wat lager uitvallen. Je moet wel concluderen dat er uiteindelijk wel een voordeel wordt gehaald, maar veel minder dan verwacht. En ook op kwaliteit hebben we ingeboet. Dus de argumenten voor zo'n samenwerking lijken toch niet meer zo heel erg sterk te zijn. Dat is overigens wel in lijn wat je vaker ziet bij dit soort schaalvergroting. De geschatte voordelen worden niet of nauwelijks gehaald en de mogelijke nadelen doen zich zo ongeveer allemaal voor. Dan wordt aan deze raad gevraagd een opinie te vormen over de eigen rol ten aanzien van dit onderdeel. Nou, mijn opinie en advies aan de nieuwe raad zou zijn, doe een dergelijke evaluatie nog een keer in 2019. Komt daar dan een gelijksoortig beeld uit, minder voordeel en minder kwaliteit, dan zou ik zeggen eruit stappen. En de opdracht aan het college zou daarnaast nu dan ook kunnen zijn, bepaal een exitstrategie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Ambtelijke molens die hebben de naam langzaam te draaien. Maar voorzitter, op heel veel terreinen doet Dalsen het gewoon goed. In deze gemeente is betreffende spreuk minder van toepassing. Dan is het des te meer te jammer dat er op de kwaliteit van een uitbesteden dienst, zoals nu aan de GBLT, behoorlijk wat is aan te merken. Diverse inwoners, en ik kan me helemaal vinden in de opmerking ook vanuit de gemeentebelangen, die melden ons de afgelopen jaren hun frustratie over de ontvankelijkheid en afhandeling van ingediende bezwaren. Dat konden we tot nu toe nog scharen onder de noemer van aanloopproblemen. Zo ook de beoordeling van de kwaliteit van de service door de waarderingskamer. Die kwaliteit is zoals bekend gedaald van goed toen Dalsen nog zelf verzorgde naar een magere voldoende nu. En ik blijf dan toch maar even verwijzen naar collega's. Zo'n maand geleden ontvingen heel veel mensen in het buitengebied die navordering van de waterschapslast over 2015, die GBLT was vergeten te innen. Met daarbij inderdaad de opmerking dat verdere naheffingen niet onmogelijk zijn. Collega Jan Rooijakkers die wees daar ook op. Nu betrof dat natuurlijk niet direct de gemeentelijke belastingen, maar voorzitter, het geeft in dit licht geen goed gevoel als we nu dan lezen dat de GBLT ernaar streeft om vanaf de start in 2016 al pas goed te scoren in 2019. Welke organisatie mag er 4 jaar over doen om haar interne processen op orde te krijgen? De vragen die ik gesteld heb zijn redelijk naar beantwoord in die zin dat we daar ook een voldoende mee uit de voeten kunnen op die laatste na. Want het baart mij toch wel zorgen als een college ons garanties biedt hier bij elkaar, wij als raad, en een volgend college gewoon aangeven, ja, dat was garantie tot de voordeur. Zo zijn we niet met elkaar getrouwd, dames en heren. En ik hoop van dat het huidige college zich dat ook aantrekt en zegt dat in het verlengde daarvan, dat dit toch onmogelijk de positie kan zijn waar wij als college ten opzichte van de raad of met elkaar omgaan. Het doet ons goed om te lezen dat de GBLT toch een aantal verbeterprocessen in gang heeft gezet en dat het erop lijkt dat er inmiddels minder klachten zijn. Over het advies aan de nieuwe raad. Hoewel we het eens zijn met de genoemde verbeterpunten, draait het advies ons eigenlijk te veel om de hete soep heen. Er zullen concrete aanwijzingen moeten zijn dat verbeteracties succes hebben. Gevraagde informatie dient gewoon veel sneller te worden aangereikt. En wachten op een hopelijk goede beoordeling van de waarderingskamer in 2019 duurt ons veel te lang. Dus de fractie van de CDA die wil de wethouder nadrukkelijk vragen om het bestuur opdracht te geven om op korte termijn een smart verbetervoorstel voor te leggen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Lachtenberg. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We zijn hier een paar jaar geleden ingestapt met 3 doelen. De kwetsbaarheid verminderen. Nou, dat lijkt redelijk gelukt. De kwaliteit verhogen, dat is absoluut niet gelukt. Daar zijn we het denk ik met elkaar over eens.
En we hebben ook minder financieel voordeel genoten dan wat de bedoeling was. Dus je kunt zeggen van nou, het is iets goedkoper geworden, maar niet in die mate zoals we dat destijds hebben bedacht. Dus in die zin zijn we nog maar halverwege datgene wat we uiteindelijk wilden. En dan ligt er dus ook nog een hele grote uitdaging voor GBLT en ook de aansturing daar naartoe om dat de komende tijd te verbeteren. In die zin voldoet ook GBLT absoluut niet aan haar eigen ambitie. Dat is denk ik ook wel goed om te traceren. Het gaat niet alleen om datgene wat Dalfsen wil, maar ook als je zeg maar de evaluatie goed leest, dan staan er ook eigen ambities van GBLT in. Ja, en als je die leest, dan kom je tot de conclusie van nou, daar moet wel een behoorlijk andere wind gaan waaien, want anders gaan we dat niet redden. Oké, kwaliteit is nog niet voldoende. Daar moet echt verbeteringen in plaatsvinden. Met name ook wat al door een paar partijen is genoemd, de interactie met burger en bedrijven. Dat is echt af en toe echt fout gegaan de afgelopen jaren. Dus we verwachten daar ook echt aanzienlijke verbeteringen. Om van voldoende naar goed te komen, permitteert GBLT zich inderdaad nog 2 jaar, 2018 en 2019. Wij zouden het ook wel interessant vinden om te achterhalen of 2018 dat ook mogelijk maakt. En ik wil toch graag nog in herinnering brengen in de discussie destijds dat het college heeft gezegd van nou, hou maar rekening met 1 jaar een dip, weer terug naar voldoende, daarna is het gewoon weer goed. Nou, dat blijkt dus nog niet helemaal het geval te zijn. Dus wat ons betreft, ik sluit me graag aan bij de woorden van CDA om nog te kijken van wat is er nodig om in 2018 de score goed te halen. Ten aanzien van de financiële effecten op wat langere termijn zijn er denk ik veel onduidelijkheden. Er worden een fors aantal ontwikkelingen genoemd, maar hoe die financieel vertaald gaan worden in het meerjarenperspectief is niet duidelijk. Dat bevestigt wat ons betreft de behoefte om ook de kadernota hier binnenkort te behandelen. En dat mag best in de nieuwe raad, dat is prima. Maar dat we toch eens even kijken, en de wethouder heeft volgens mij daar een, ik hoop dat hij dat als een toezegging ziet, gezegd van ik ga dat bij DB aankaarten. Maar wat ons betreft zijn er meerdere redenen om dat te doen. Ook om de nieuwe raad goed in stelling te brengen. Onze eindconclusie is doorgaan. Maar wel serieus monitoren wat de prestaties zijn van deze organisatie. En we kunnen ons voorstellen dat de wethouder zelf bijvoorbeeld maandelijks daarover gerapporteerd wordt. Maar het zou aardig zijn als je als raad af en toe kan meekijken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, aan het eind van het rapport stond een advies met 5 bullets. De kwaliteit verbeteren, dat is allemaal al gezegd. Dus die 5 bullets, zou ik toch graag erg van kracht zien en dat die op een gegeven moment toch dat er stevig op in wordt gezet. De voornemens om goed te worden, nou, net wat de heer Luco Nijkamp ook zegt, zo spoedig mogelijk. Maar wat voor ons het belangrijkste is, die bereikbaarheid van die burger, want u zegt net robuust worden, is beter. Nou, ik blijf zeggen, hoe groter je wordt, hoe minder als het wordt. En de bereikbaarheid, die verziek dan ook. Dus die bereikbaarheid, die moet vanaf morgen, moet dat voor elkaar zijn voor die burger. Die burger, die moet iemand aan de telefoon krijgen, die moet doorverwezen worden. Dat moet een antwoord zijn. Dat is voor ons een hele belangrijke. En dat moet nu al goed zijn. Dus dat scoren van voldoende moet dan direct, voor die burger moet dat goed zijn. We hebben veel prijzen behaald, daar zijn we ook elke keer trots op, daar krijgen we gebak bij de koffie. Maar vanaf nu is het denk ik een uitdaging, die klantvriendelijkheid, zeg maar, om daar ook in te scoren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Raamaker. Dan komen we aan het eind van dit agendapunt, waarbij ik toch nog even het woord geef aan meneer Van Leeuwen. Om een reactie op de opinie van de verschillende partijen. Er zijn eigenlijk maar 2 dingen waar ik nog even iets over wil zeggen. Ik heb de oproep gehoord over het verbeteren van het oordeel van de waarderingskamer. We moeten even een paar dingen uit elkaar houden. De waarderingskamer geeft een oordeel over de wijze waarop de processen zijn ingericht bij GBLT. Dat was afgelopen jaar voldoende. Nou, dat was een domper, een tegenvaller. Daar is geanalyseerd hoe dat verbeterd moet gaan worden. Alleen volgens mij komt het rapport van de waarderingskamer al in
mei uit, als ik het even uit mijn hoofd doe, die orde van grootte. Vandaar dat het doel is gezet op 2019. We zijn nu bezig bij GBLT om die verbeterslagen te maken. Ik verwacht niet dat we nu dit jaar al naar goed gaan. Maar wellicht lukt dat toch, maar ik verwacht het niet. Dus vandaar die datum van 2019. En ik begrijp volkomen de teleurstelling van de heer Lochtenberg over de gegarandeerde besparingen. Ik maakte een klein beetje een grapje met de garantie tot de voordeur. Maar zo voelt het wel een beetje. Hè? En dat is iets wat niet goed is. Wat betreft de klantgerichtheid, het klantgericht handelen en de bereikbaarheid. De directeur zit hier achter mij. Ik verwacht dat hij deze raadsbrede oproep in zijn oren heeft geknoopt. En daar zullen wij zeker nog over te spreken komen. Dat is wat ik nog even zou willen zeggen als reactie, voorzitter. Dank u wel voor deze toevoeging, meneer Van Leeuwen. En ik kan dan concluderen dat u als commissie hebt kennis, of als raad hebt kennis genomen van de evaluatie GBLT. U hebt een opinie gevormd en daar is toch een hoofdmoot van dat er toch strak toegezien moet worden op de kwaliteit van de dienstverlening. Smart verbetervoorstellen, u heeft al aangegeven dat het vanuit de commissie is gezegd om daar toch 2018, u hebt daar al voorbehoud gemaakt dat men daar al mee bezig is dat het moeilijk zou worden. Maar de oproep uit de commissie is duidelijk dat we toch voor 2018 willen gaan. En mocht dat niet lukken, dan horen we dat graag van u. De bereikbaarheid van de burgers. Over het algemeen op eigenlijk het hele voorzichtige van de Partij van de Arbeid van om toch eens aan een exit te denken, wil ik dat toch meegeven dat de hele commissie over het algemeen gezegd heeft van ermee doorgaan, maar wel de vinger aan de pols houden. Daarmee sluit ik. Voorzitter, wil nog even. Voorzitter, ik had nog één impliciete vraag stelt, namelijk of ik een toezegging heb gekregen, ja of nee, over het proberen om de kadernoden alsnog bespreekbaar te krijgen in de nieuwe raad. Daarvan heeft in ieder geval de wethouder gezegd dat hij een toezegging gedaan dat hij dat in het algemeen bestuur van de GBLT zou gaan bespreken. Dat klopt, voorzitter. Maar er is nog één ander dingetje en het is misschien raar, maar er is één partij die die suggestie deed, maar ik ga hem wel overnemen. We hebben nu een evaluatie gedaan. Ik geloof overigens dat wij de enige gemeente zijn die dat doet. Eind 2019 doen we het weer, meneer Wildvank. Ja. Nee, dat uitstekende suggestie en dat gaan we zeker doen. Dat is dan de tweede toezegging van om dat eind 2019 opnieuw een evaluatie te doen. En die zou het gaan bespreken in de kadernota in het algemeen bestuur. Daarmee sluit ik dit agendapunt. En voordat ik zeg dat we met pauze gaan, was ik toen straks heel stellig bij punt 5 dat het een hamerstuk was. Maar dat was een abuis van mij zonder dat er Griffier mij daar ingefluisterd heeft, want dat was ook een opinierend stuk. Dus dat is inderdaad geen hamerstuk, maar komt ook niet terug in de raadsvergadering. Daarmee hebben we de eerste 6 punten van de agenda behandeld. En gaan we nu genieten van een lekker bakje koffie of thee. Welkom naar de schorsing. En dan meld ik gelijk dat mevrouw Snijder van gemeentebelangen de vergadering verlaten heeft. En dan gaan we verder met agenda punt 7. Uitkomst onderzoek drugsproblematiek Dalsen 2017. Verantwoordelijk namens het college de heer Noten, informerend. De uitkomsten van dit onderzoek hebben voor de raad informerend op het RIS gestaan. De heer Lochtenberg heeft verzocht agendering van het onderwerp. In principe behandeling in één ronde. En ik zou willen vragen aan het CDA, en dat is mevrouw Rameman,
om als eerste te starten met zowel de informatie die u nog nodig hebt als uw opinie. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie heeft inderdaad gevraagd dit onderzoek te agenderen. Dit omdat we al eerder aandacht hebben gevraagd voor de drugsproblematiek binnen de gemeente Dalfsen, waar dit onderzoek een uitvloeisel van is. Dank daarvoor. Het is een mooi startpunt om de ontwikkeling te blijven monitoren. Het onderzoek lezende hebben we twee vragen. Een vraag aan de wethouder en een vraag aan de burgemeester. De vraag aan de wethouder. Er is weinig bekendheid van het gemeentelijk voorlichtingsprogramma en geringe bekendheid met de route waarin men moet met vragen. Kan de wethouder ons meenemen in de te ondernemen acties hierin? En dan de vraag aan de burgemeester. In het rapport worden diverse plekken genoemd binnen de gemeente Dalfsen waar volgens inwoners wordt gebruikt en gehandeld. Welke actie gaat de burgemeester hierop inzetten? En dan gelijk dus de opinie. De CDA-fractie vindt het erg belangrijk dat er aandacht is en blijft voor deze problematiek. Het gebruik en het verhandelen kan je hele leven gaan bepalen. Het is en blijft daarom heel belangrijk dat we onze jeugd goed blijven informeren. Wij vinden het ook erg jammer om te lezen dat er weinig bekendheid is over het voorlichtingsprogramma en gaan er dan ook vanuit dat de wethouder hierin actie onderneemt. Ook is het van groot belang dat de routing bekend is mochten gezinnen hier toch mee in aanraking komen. Hoe sneller er hulp ingeschakeld kan worden, des te beter. Wij zijn van mening dat het jeugdwerk hier ook een signalerende en informerende rol in kan spelen. Ook op de plekken waar gebruikt en verhandeld wordt, kunnen zij een rol pakken. Laat ze in gesprek gaan, daar bereiken we meer mee dan alleen surveilleren. Want dan zoeken ze wel een andere plek en verschuiven we het probleem. Als laatste wil ik nog even benoemen dat de CDA-fractie het goed doet om te lezen dat de Dalfsenaren overwegend negatief tegenover gebruik van softdrugs staan. Dit ook naar aanleiding van de onlangs gevoerde discussie over een coffeeshop in de gemeente Dalfsen. Voorzitter, hier wil ik het eerst bij laten. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, het is goed dat het op de agenda staat. Wij hebben het gelezen als drugsproblematiek die als zodanig wordt ervaren. Ervaring staat niet altijd in lijn met de feiten. En we hebben behoefte aan feiten van politie, artsen, GGD over het gebruik. Dus we vragen ons af, dat is vraag 1, zijn die feiten er? En zijn er, dat is de tweede vraag, drugsgerelateerde problemen? Wat je bijvoorbeeld ook merkt is dat het maken van drugs, dat komt steeds meer in buitengebieden terecht. Nou, zijn er signalen van dat het ook in onze omgeving plaatsvindt? En kunnen we een trend waarnemen? En dan gaat het over dat ervaringsonderzoek. Ja, je zou dat kunnen zien als een soort nulmeting als het gaat om ervaring. Maar je kunt weinig problemen ervaren terwijl er veel is, of andersom. Dus we kunnen toch denk ik moeilijk uitspraken doen over de drugsproblematiek zoals die nu wordt genoemd, dan ervaringen, vermoedens, gedachten, zorgen en meningen. Dat zijn ook allemaal woorden die in het onderzoek worden gebruikt. En verder wordt het onderscheid tussen hard en soft drugs ook niet gemaakt. Dat loopt in één term in elkaar over. En je ziet ook niet het aantal malen, het soort drugs en in welke hoeveelheden wordt gebruikt. Dat blijft onbelicht. Dus wij vragen ons af wat je met dit onderzoek kan, anders dan een nulmeting op gebied van ervaring. En dat zou je dan regelmatig moeten doen. En dan ervaar je meer of minder drugsoverlast. Maar het zegt nog niks, weinig of niks over de feiten. Dat is een beetje onze zorg. Dank u wel, meneer Nijburg. Kijk, meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik sluit een beetje aan bij de ChristenUnie wat betreft mijn opmerking. Inderdaad, goed dat we het erover hebben. De percentages zoals die in de rapportage nu staan zeggen nog natuurlijk niet zo heel veel. Maar het lijkt toch wel serieus, of het zijn toch wel serieuze getallen die daar genoemd worden. En inderdaad, het zijn ervaringscijfers. Ervaring in de term van hoe beleven mensen dat. Maar ik vind ze wel zodanig serieus dat ik denk dat het goed zou zijn om toch eens iets nader en wat meer objectief vast te stellen. Wat doet zich nou voor? En is er aanleiding om iets meer substantieel te doen dan alleen maar te monitoren. Dus dat zou onze opmerking voor nu zijn van deze ervaringsgegevens die lijken wel een beeld neer te zetten, wat voor ons betreft serieus genoeg is, om eens te zien of we dat niet wat meer objectief moeten vaststellen wat nou precies zich afspeelt en in hoeverre er sprake is van overlast om daarna te kunnen beoordelen wat we dan moeten gaan doen.
Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik vind het heel goed dat het CDA dit op de agenda heeft laten zetten. Waarvoor dank. En ik sluit mij ook aan bij eerdere sprekers. Ik vind het weinig concreet. Het onderzoek is al van juni 2017. En we hebben nog niet een voorstel van welke acties we nou erop gaan nemen. Wat echte conclusies van het college nou zal zijn. Wat gaan we er nou aan doen? Op de tweede plaats sluit ik ook aan met de ChristenUnie. Die vraagt naar concrete cijfers ook. Bijvoorbeeld de vergelijking met de politiecijfers 2017. En wat zijn de conclusies daaruit? En ik ben ook wel benieuwd of dat deze resultaten die uit dit onderzoek komen, en ik neem aan dat er inmiddels al geruime gesprekken over zijn gevoerd, of dat de medewerkers van SMON tegenwoordig samengeheten, hoe dat zij daarover denken, wat hun indruk is, welke de conclusies zijn. En nogmaals, ik spoor toch het college aan om hier conclusies uit te trekken en om de raad te informeren welke acties zij voornemens zijn te nemen, of niet. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, wij zien dus in het onderzoek vier conclusies die te trekken zijn. Die staan er ook wel in genoemd. Maar deze conclusies zijn besproken, staat er dan bij in bij begeleidende schrijver, in de werkgroep middelengebruik binnen het gezondheidsbeleid. Maar de vraag voor ons is, wat gaan we nu doen met de conclusies van het onderzoek en hoe gaan we die terugzien komen? Een vraag die we ook nog hebben is, van een wat kleinere vraag misschien, maar kunt u aangeven of jongeren met een beperking ook betrokken zijn in dit onderzoek? Of dat bekend is, aangezien zij naar verwachting vaker met drugsoverlast te maken hebben dan andere groepen. Nou, voor de rest, ten aanzien van de overlast, ja, roepen wij ook het college op om een locatie waarvan bekend is dat er sprake is van overlast, ook snel op te reageren. Dat is bij klachten en bij meldingen is dat naar onze idee ook van belang. We hebben tijdens het jongerendebat ook een aantal jongeren gesproken die ook aangeven dat ze in Nieuw-Leuzen soms lastig naar voetbal kunnen gaan, omdat daar gehandeld wordt. En dan wordt er gebeld en dan gebeurt er niet zoveel. Dus dat zijn dingen waar je dan ziet dat het in de samenleving misgaat. Dat tot zover onze inbreng, denk ik. Dank u wel, meneer Veldhuis. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, er is al veel gezegd en bij veel dingen die gezegd zijn kan ik me aansluiten. Dat het op de agenda komt, prima, maar ik vind het een rapport wat inderdaad, zoals gezegd, veel over beleving, denken dat, het idee hebben dat, gehoord hebben dat gaat, dus heel subjectief. En dat moeten we wel serieus nemen, want dat blijkt dat er toch iets gaande is. Maar echte feitelijkheden zien we niet in de zin van heel concreet wat wordt er dan gebruikt en hoe is dan de overlast en is dat inderdaad aan elkaar gerelateerd. En heel schokkend vind ik de uitkomsten ook niet. Want er staat bijvoorbeeld dat mensen weinig bekend zijn met de preventiecampagne. Nou, je zou willen dat dat meer is, maar je kan ook concluderen dat als mensen daar dus minder bekend mee zijn, dat ze waarschijnlijk ook niet op zoek zijn naar. Want er staat nu ook weer een advertentie, want het komt eraan en er gaan flyers rond. Op Facebook gaat de campagne rond. Dus als je hier echt mee bezig bent of daar vragen over hebt, dan ga je op zoek. Dus ik denk eigenlijk dat dat een positief iets is, dat mensen daar niet mee bezig zijn, omdat het zich ook daadwerkelijk niet bezighoudt. Een vraag heb ik ook nog wel over hoe deze uitkomst zich verhoudt tot landelijke cijfers of tot andere gemeentes. Want ja, als nulmeting prima, maar verder zegt het nog niet zo heel veel. Nou, dan een aantal punten, als ik dan toch even in moet gaan op de conclusies die getrokken zijn. Er worden inderdaad een aantal plekken genoemd, dat is ook eerder gezegd. Als er sprake is van overlast, en zoals de heer Veldhuis ook zei, ook in de jeugddebat heb ik dat tot me gekregen, dat kinderen zeggen, het park in Nieuw-Leuzen waar toch wel gehandeld wordt. Als daar meldingen van zijn, dan zie ik veel meer brood in, veel meer heil in om daar dan op af te gaan en het gesprek aan te gaan, dan nog eens een onderzoektroep los te laten. Ik denk op het moment dat je de mensen in de smiezen hebt, dat je erbij moet zijn. Preventie doorzetten, een groot goed. Handhaven dus, genoemde plekken controleren.
En als er groepen of jongeren of mensen bekend zijn die problemen hebben met drugs, zet er goede begeleiding op. Ga met ze in gesprek en kijk of het inderdaad problematisch is. En soms is dat niet aan de orde. Mensen moeten vooral weten waar ze terecht kunnen als ze vragen hebben. En dat blijkt dan dus lastig te zijn. Nou, daar moet aandacht voor zijn. Maar ik zie absoluut op grond van dit onderzoek geen reden tot paniek of tot allerlei maatregelen. En daar wil ik het graag bij laten, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Dan kijk ik naar de collegetafel. Er zijn ook vragen gesteld aan de wethouder. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Noten. Dank u wel, voorzitter. Ik beperk me tot de vraag met betrekking tot openbare orde en veiligheid. En de conclusie die we naar aanleiding van dit rapport, subjectief of niet, als het gaat om veiligheidsbeleving, is dat ook vaak subjectief. En het is minstens even belangrijk als de objectieve feiten. Maar ook als het gaat om die subjectieve beleving, is de drugsoverlast, wordt als zeer beperkt ervaren. Ik kan geen andere conclusie trekken. Mevrouw Kapp stelt terecht de vraag, hoe ligt dat dan bijvoorbeeld nationaal, landelijk? Even een klein cijfer. Gemiddeld zegt in Nederland 39,5% dat het drugsgebruik een groot probleem is. En in Dalfsen is dat 3,5%. Dus dat betekent dat het probleem in Dalfsen veel minder ervaren wordt dan landelijk. Dat is echt van belang dat we dat realiseren. Als het gaat om objectieve cijfers hebben we die natuurlijk ook, maar ook zeer beperkt. Die krijgt u in de jaarlijkse politierapportage, vindt u die terug. Maar het is wel goed om te weten dat we bijvoorbeeld, ik geloof dit jaar nog geen enkele melding hebben gehad, van drugsoverlast. Overlast. Nu wordt ook niet alles gemeld, voor alle duidelijkheid. Een paar van u hebben de vraag gesteld over de plekken die zijn benoemd. Daar wordt op gehandhaafd door de politie als daar wordt gedeeld. Maar ik moet u er eerlijk bij zeggen, zo heb ik dat ook van de politie begrepen, dat daar wel wordt gehandhaafd. Maar dat er zolang er gehandeld wordt zonder dat er sprake is van enige overlast, dat die handhaving nou niet direct de allerhoogste prioriteit heeft. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat de handel ook, zeker als het gaat om softdrugs, ook gewoon anderszins verkrijgbaar is. Dus ja, er wordt gehandhaafd, maar zolang er geen sprake is van meldingen of van overlast, heeft dat niet, er vindt dus geen opsporing op plaats. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Uitkomst dus niet schokkend. Nou, de concrete vraag van de heer Nijburg, worden er drugs geproduceerd in Dalfsen? Nee, is niet bekend, niet bij de politie, niet bij ons. Wordt er wiet geteeld? Ja. Daar hebben we het afgelopen jaar geloof ik twee gevallen, twee keer gerold. Dat zijn de bekende feiten. Tot zover mijn deel, voorzitter. Dank u wel, meneer Noten. Meneer Uitslag. Dank u wel. Nou, misschien toch wel eventjes beginnen met de onderzoeksvraag. Hè. Dat was inderdaad een onderzoek naar de beleving en niet naar een onderzoek naar de feiten. En dat je dan beleving zijn antwoorden krijgt in plaats van feiten, dat klopt dan ook wel. Ligt wel voor de hand. Maar wat de burgemeester aangeeft, dat is eigenlijk ook een hele relevante informatie. Hoe denkt de Dalfsenaar over softdrugs? Hoe denken ze over drugs? Nou, daar worden ook wel stevige uitspraken over gedaan. Centraal informatiepunt, nou, dat moet inderdaad misschien wat toegankelijker, nee, dat gaan we toegankelijker organiseren. Het is waar, mevrouw Kappert gaf dat terecht aan, want als je er niet mee bezig bent, dan vind je het ook niet zo belangrijk. Hè? Als ik kijk naar die, of dan gaat het langs je heen, kijk die campagne goed voorbereid in Dalfsen, was echt gericht op een kleine doelgroep die actief waren benaderd, actief in gesprek mee is gegaan. Als je niet tot de doelgroep gehoort, dat is maar de kans al kleiner, stukken kleiner dat je daar ooit van gehoord hebt. Andere kant, ik weet niet of u weet hoe de campagne heet tegen het appen achter het stuur. Zullen weinig mensen weten hoe die campagne heet. En dat is eigenlijk wel hetzelfde met deze. De naam van de campagne interesseert me eigenlijk helemaal niet of die bekend is. Het doel was dat ouders met kinderen in gesprek gaan. En dat is wel degelijk gebeurd. Hè? Dus wel een hoog percentage wat met elkaar in gesprek gaat. Kan dat beter? Ja, dat kan beter. Gaan we daarop inzetten? Ja, want ik vind dat wel een belangrijke preventieve actie. Hè? Dat je de gesprekken met ouders, dat je het onderwerp bespreekbaar maakt. In plaats van in de taboesfeer trekt.
Dus daar gaan we mee aan de slag. Gaat het goed? Ja? Oh, nou, oké. Okay. Ik snap de vraag van de VVD met de jongeren met de beperking niet zozeer. Tenminste, ik probeer hem in te vullen. De VVD heeft zorgen voor kwetsbare jongeren die dan eerder ontvankelijk zouden kunnen zijn voor het gebruik van. Maar ik heb daar geen aparte cijfers, dus ook niet apart gevraagd bij de enquête of u beperkt, heeft u een beperking of niet. Hè? Dat is natuurlijk niet de vraag van wel bent u man of vrouw, bent u leeftijd. Dus die informatie heb ik niet. Snelle handhaving en in gesprek gaan met de jongeren. Nou, ik heb geloof ik net al aangegeven dat dat prioriteit nummer 1 is. Dat is ook de plek van het belang ook van SAAM voor de vindbaarheid van jongeren. Dus het is één plek waar de jongeren zich bevinden, zodat ze makkelijker de gesprek aan kunnen gaan. Met name de ambulante jeugdwerker geeft dat wel van belang. Nou, ook in relatie met een punt eerder op de agenda. verder andere acties naar aanleiding van deze beleving. Nou, wat de burgemeester al aangaf, het beleefde overlast is niet zo heel groot. Nou, daar hebben dus ook niet hele zware acties op staan. Op het kader van preventie en informatie gaan we nadrukkelijk wel mee aan de slag. Waarom de gesprekken met SAAM, maar GGD-tak dus, wat plaatsvindt hierover. Maar ik heb daar nog geen concrete afspraak over staan waarover ik u nu kan informeren. Dat gaan we sowieso doen. Maar dat past wel heel goed in het uitvoeren van het gezondheidsbeleid zoals we dat afgelopen jaar hebben vastgesteld. Ik denk dat ik alles gehad heb, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording van het college. Ik kijk even rond. Meneer Rooijakkers. Ja, ik was nogal benieuwd, omdat het een rapport is uit juni 2017, dat wij moeten lezen dat de wethouder zich nog beraadt op acties. Dus ja, dat wij altijd zo snel zijn in dalsen, dat denk ik ook niet dat dat het geval is. Maar misschien was het aardig geweest als wij bij deze behandeling ook een heel kort lijstje van gehad zouden hebben van wat nou de plannen zijn of niet. Voorzitter. Wethouder. De conclusie van het onderzoek, nee, het onderzoek ging naar de beleving van overlast van drugs. De conclusie is dat die zeer beperkt ervaren wordt. Vervolgens vraagt u mij, wat zijn de acties die u gaat doen? Nou, op dat onderdeel niet zo heel veel. Dat heb ik u proberen aan te geven. De andere, er zitten wel aandachtspunten en dat is preventie en vindbaarheid. En daar gaan we aan de slag. Alleen u kent ons ook dat we wat proberen integraal bereid te maken in plaats van hapsnap elke keer een actietje gaan doen. Dus nee, ik heb nog geen lijstje, maar ik ga er zeker mee aan de slag. Dank u wel. Ik ga nog even verder rond. Verder geen lampen zie ik branden. Dit punt is op de agenda geplaatst door het CDA. U hebt er allemaal uitgebreid over gesproken. De cijfers in Dalsen vallen inderdaad mee ten opzichte van landelijk. Maar ik heb wel van de wethouder gehoord dat hij extra aandacht gaat geven voor centraal infopunt toegankelijker inrichten. En het onderwerp bespreekbaar maken in ouders, kinderen en bij het SAAM. Tezelfde tijd zullen wij nader horen hoe een en ander gaat lopen. En in ieder geval bij de jaarlijkse evaluatie van de politie die we hier krijgen. Daarmee hebben we agenda punt 8. Uitbreiding BAM Nieuw-Leuzen, verantwoordelijk wethouder de heer Schuurman. Ook dit agendapunt is informerend. Mevrouw Lasje heeft mogelijk een persoonlijk belang bij dit agendapunt. Zij woont zeer nabij de BAM. Zij zal zich van de beraadslaging onthouden. De Raad is in oktober 2017 vertrouwelijk geïnformeerd over de uitbreidingsplannen van BAM BV te Nieuw-Leuzen. De omgevingsvergunning is door het college afgegeven en bezwaar stond open tot 5 januari 2018. Er zijn geen bezwaren ontvangen. De ChristenUnie heeft verzocht om agendering van dit onderwerp. En ik wil dan ook als eerste het woord geven aan de ChristenUnie, waar ik begrepen heb, meneer Nijburg. Klopt, voorzitter. We doen het in één ronde. Ja. Dan stel ik één vraag en ik maak een paar opmerkingen. En dan zien we wel hoe we eruit komen. Wij gingen ervan uit dat we kennis nemen van een bouwplan, maar dat we er dus ook wat over mogen vragen. Dat bouwplan, dat is
met omwonenden wel besproken. Maar de vraag is, konden ze ook wat inbrengen? Hadden ze er wat over te zeggen? Want wij krijgen de indruk dat pas nadat de plannen waren goedgekeurd en nadat alles ging lopen, bewoners en aanwonenden, omwonenden betrokken werden. En de buurt voelde zich overvallen door de plannen. Kan de wethouder zich dat voorstellen? Waarom is de buurt niet eerst proactief geïnformeerd door het college? We hebben vaker zoiets bij de hand gehad en het is volgens ons veel beter om mensen mee te nemen daarin. En misschien wel het grootste probleem waar ik ook een vraag over heb, ja, is er overeenstemming over de verkeerssituatie? Want er gaat nogal wat gebeuren op die plek. Het aantal verkeersbewegingen neemt toe. De weg is nog steeds 70 km per uur. Daar komen fietsers langs. Daar moet, op een bepaald moment moet verkeer draaien om dat trein van de BAM op te gaan. Ja, hoe wordt dat aangepakt? En we hebben al vernomen dat er voor het upgraden van de weg weinig of geen geld beschikbaar is. Ja, wie gaat dat doen? Wie gaat het betalen? En hoe gaan we dat regelen? Hoofdpunten zijn dus de communicatie met die buurt. Dat veel plannen lagen klaar waarna de buurt pas betrokken is, geïnformeerd is en zicht kreeg op de plannen. En er zijn heel veel vragen over wie is nou de projectontwikkelaar, van wie is nou de grond, wie woont nou, nou ja, hoe zit dat nou allemaal in elkaar? En die onveilige verkeerssituatie. Daar komt nog bij dat we ons afvragen, ja, waar liggen de grenzen aan de groei? Want wij pleiten er al jaren voor om uitbreiding van industrie op industrieterreinen plaats te laten vinden. En hier is iets gebeurd, ja, dat is als het ware gegroeid, het is steeds groter geworden, voor een belangrijk deel ook nog op het terrein van Staphorst. Dus daar kun je dan nog niet eens wat over zeggen. Misschien omdat Staphorst niet heeft gehandhaafd. Misschien kan de wethouder daar ook nog even iets over zeggen. Maar waar ligt nou de grens? Want stel, de BAM wil daar nog verder uitbreiden en wil nog meer ruimte gaan benutten. Dan neemt het aantal verkeersbewegingen nog meer toe. En dan ontstaat daar als het ware een industrieterrein, ja, op een grensgebied waarvan we ons af moeten vragen, ja, hadden we dat ooit gewild? Als we nu kijken naar de kaasfabriek, zeggen we ook, ja, die hadden we daar niet gewild. Hadden we liever op een industrieterrein gehad. Maar goed, die zit er nou eenmaal mee. En dit wordt ons als het ware zo ook in de schoot geworpen, terwijl we dat niet willen. En dan nog een paar slotopmerkingen. Dat heeft te maken met zicht vanaf de weg. Als er dan toch wat gebeurt, wordt dat zicht van, in ieder geval het parkeerterrein, onttrokken vanaf de weg. Daar maken we ons wat zorgen om. Hoe zit het met planschade? Er zijn mensen die mogelijk daar problemen mee gaan krijgen en planschade indienen. Is er nagedacht over zonnepanelen op die plek? Misschien wel dat hele parkeerterrein van zonnepanelen voorzien. Is maar een gedachte. Als wij het als plan hadden moeten beoordelen en we hadden echt een eindoordeel moeten geven, hadden we gezegd, dit moeten we zo niet willen. Maar ik geloof niet dat dat zin heeft om dat te zeggen. Want het is al rond. Of niet? Maar dat hoor ik wel graag van de wethouder. Dank u wel, meneer Nijburg. Kijk even verder, meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben kennis genomen van de bouwplannen. En ook gehoord dat na meerdere en opvolgende gesprekken met diverse omwonenden dit belangrijke, zo niet het belangrijkste onderdeel van de burgerparticipatie, na wat zorgen, en dat begrijp ik ook wel, toch nog op een goede manier zijn afgesloten. Ook de plannen zelf zien er goed uit. Een stukje industrieel erfgoed dat zoveel mogelijk wordt bewaard in zijn huidige vorm, maar dan aangepast aan de huidige eisen. Duurzaamheid wordt ons inziens goed toegepast. Zonne-energie wordt opgewekt en er wordt gasloos verwarmd. Mooi gebouw om te zien, maar ook om te gebruiken voor de toekomstige werknemers. 140 tot 190 arbeidsplaatsen worden genoemd. Die worden toegevoegd, deels bestaand uit over te komen werknemers van andere vestigingen. Maar zeker ook extra uit de regio te betrekken. Maar dat zal ook extra drukte geven op de doorgaande weg in Nieuw-Leusden. En dat begrijp ik de vraag ook. Kan de wethouder aangeven hoe de plannen voor de op- en afrit van de N377 eruit gaan zien en hoe de samenwerking met de provincie daarover verloopt? Kan ik kort samenvatten, verder industrieel erg goed bewaard, extra arbeidsplaatsen nu en in de toekomst, duurzaamheid meegenomen in het ontwerp en een voldoende afgesloten inspraakproces met de omwonenden. Kortom, een mooi plan, gelukkig door de omgeving gedragen en de fractie van de gemeente Belang heeft er kennis van genomen en wachten verdere ontwikkelingen af. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Ik kijk even verder. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter.
Ja, ons was niet bekend dat dit trouwens op verzoek van de CU geplaatst, op de agenda geplaatst was. Dat wist ik niet. Want ons viel namelijk in eerste instantie iets op. Normaal gesproken, als we een bouwplan van deze omvang op de agenda zien, dan worden we als raad overspoeld met allerlei documenten over milieueffecten, over hoe de omgeving verbeterd wordt. En nu krijgen we een stuk wat bestond uit drie A4'tjes. En de vraag was dan ook van, ja, kan dit dan zomaar, of maar als het dan inderdaad op verzoek van is, kan ik me wel voorstellen dat het inderdaad wat sumierder opgezet is. Maar dan hoor ik straks even de vraag van de wethouder, hoe dat gegaan is. Een andere vraag die wij hebben is van, en dat is ook een beetje hoe je ernaar kijkt, dan wil ik even checken of dat klopt. De BAM geeft aan dat ze de toer- en afritten willen gaan aanpassen. Dat werd bij ons in de steunfractie in eerste instantie gelezen als van de verkeerssituatie daarvoor gaat de BAM dan betalen. Maar dat zal waarschijnlijk niet zo zijn. Ik neem aan dat het wordt om het terrein op te komen. Hè. Dat is even een controlevraag die ik heb. Dat hoor ik straks ook even graag van u. Ja, voor de rest, we zijn enthousiast over de voorgenomen plannen. Het is goed voor de vitaliteit van Nuleuzen en goed voor de werkgelegenheid in de gemeente Dalfsen. En ja, we wachten de verdere plannen ook af. Tot zover. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Mansier, CDA. Ja, daar is al aardig veel gras voor mijn voeten weggemaaid. Toch wil ik even wat zeggen daarover. In het najaar zijn wij als raad geïnformeerd over de uitbreidingsplannen van de BAM. We zijn blij dat het door de BAM voor Nuleuzen is gekozen. Nu heeft ons weer een nieuw stuk bereikt in de vorm van aanvullende informatie. De uitbreiding schept veel directe en indirecte werkgelegenheid voor het dorp Nuleuzen en de verdere regio. Ook in, en zeker niet in het minst, is gekeken naar de infrastructuur. Immers, de uitbreiding van de BAM heeft gevolgen voor de naaste bewoners van de N377. En we gaan ervan uit dat de provincie deze nieuwe situatie meeneemt in het ontwerp van de 377. Er is al heel wat gezegd door de diverse partijen. Ik heb toch de vraag, of eigenlijk de opmerking, wordt vanuit de provincie weinig aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de N377... dan moet de gemeente zeker vinger aan de pols houden. Een belangrijke factor is ook het opwaarderen van historisch erfgoed en de ruimtelijke omgeving van de locatie. Goed dat dit belangrijk herkenningspunt voor Nuleuzen behouden blijft. Daar is ook iets gezegd over het historisch cultuurgoed. Wordt bij de herbouw van het project BAM ook het historisch besef van cultureel erfgoed meegenomen. Wat ook bekend is geworden is dat een groot voordeel is dat de verduurzaming van het hele project, de nieuwbouw wordt voorzien van zonnepanelen en wekt zijn eigen energie voor 50% op. Daarnaast gaat het hele gebouw, oud en nieuw, geen gebruik maken van aardgas. Ondanks wat allemaal nu naar voren is gebracht, juichen wij als CDA-fractie toe dat BMW voortvarend is met het ondersteunen van dit project in Nuleuzen. Maar wij verwachten ook dat zij dit op de voet blijven volgen. Tot zover. Dank u wel, meneer Mansier. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, ik zou willen beginnen met te zeggen dat ik het een mooi plan vind. Mooi, dat het goed aansluit bij de historische achtergrond van het gebouw. Ook wel passend bij de omgeving. En jammer dat het betrekken van de omwonenden niet helemaal vlekkeloos is verlopen. Dat er verder nog niet zoveel bezwaar, of misschien wel geen bezwaren zijn, is mooi meegenomen. Maar het proces moet wel nauwlettend worden gevolgd door het college om te zorgen dat daar niet grotere bezwaren ontstaan. Nou, ik vind het heel goed dat de eisen van duurzaamheid, gasloos en zonnepanelen worden meegenomen. Prima. En natuurlijk is het punt van werkgelegenheid niet onbelangrijk. Daar zijn we ook erg enthousiast over. Verder heb ik er ook geen opmerkingen over te maken, anders dan dat ik toch geloof dat hier een compliment aan het college op zijn plek is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Meneer Massier klaagde over dat het gras voor zijn voeten was weggemaaid en vervolgens heeft hij nog een stukje gras weggemaaid voor mijn voeten. Maar dat is op zich ook wel prettig, want over vers gemaaid gras loop je wel snel. Dus ik hou het kort.
En ik sluit mij ook aan bij de woorden van de heer Wildvang. College heeft een compliment verdiend door de manier waarop dat zij ook goede onderhandelingen en goede besprekingen hebben gevoerd. Wat er mede toe heeft geleid dat het goed is ingepast, dat duurzaam is en dat allerlei andere zaken gewoon in de minnen zijn geschikt en geregeld. En ja, ik interpreteer toch het feit dat er geen bezwaren zijn, meneer Meiburg, als een... Niet als een complete 100% inspraak maar en begeleiding, maar toch wel als een goed signaal. Dus ik zie de toekomst van het project ook met veel vertrouwen tegemoet. En ik ben ontzettend blij, ook voor Nieuw-Leuzen, met die 140 arbeidsplaatsen direct. En restaurants en allerlei andere zaakjes in de omgeving die daar ongetwijfeld van zullen profiteren. Dus ik zou zeggen, het zal niet in mijn raadsperiode zijn dat dit project wordt gerealiseerd, maar ik ben er wel blij mee. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Wethouder Schuurman, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Heel wat vragen over een informerend stuk. Dus wat dat betreft goed dat het toch op de agenda is gekomen vanavond. De Bataafse aannemingsmaatschappij heeft besloten om uit te gaan breiden in Nieuw-Leuzen. Zoals al aangegeven... Een mooie uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen en het zal ongetwijfeld zorgen voor een aantrekkende werking voor de mensen die er werken en de bedrijven die er omheen zitten. Daarnaast is het een mooie opwaardering van hetgene wat er stond, want dat was ook echt toe aan een vitalisering. Ik begin bij de vragen van de ChristenUnie. Inspraak van de buren. Of ik mij kan voorstellen dat deze procedure niet volledig juist is doorlopen. Ik heb ook, omdat dit dus een van de eerste zaken is waar ik mee ben begonnen, toch ook met een aantal buren gesproken om te kijken hoe zij dat hebben ervaren. Een aantal gaf aan er geen problemen mee te hebben. Ik heb ook het geluid gehoord dat men zei van nou, we hadden toch graag... eerder geïnformeerd willen worden, zodat we bij het plannen maken bekend of mee hadden kunnen denken. Dat heeft er wel toe geleid, en de afgelopen periode ook, dat we in het gemeentehuis hebben besloten om hiervoor een werkwijze op te stellen. Dat wordt op dit ogenblik uitgewerkt en ik hoop dat ergens rond de zomer in de raad het kunnen presenteren. De gedachte daarbij is dat we dan dus een soort draaiboek neerleggen van hoe gaan we om met initiatieven. Moet nog verder uitgewerkt worden, maar in ieder geval, ik hoor het geluid van de raad daarin heel goed. Dus dat gaat komen. Dus kun je dat met terugwerkende kracht doen? Nee, dat lukt niet. Voor de toekomst is het wel een aandachtspunt en die hoor ik heel goed. De verkeerssituatie daar. Daar speelt eigenlijk het volgende dat er bij het ontwerp van de parkeerplaats rekening is gehouden met de situatie zoals die is. Men probeert dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, maar alles past binnen de bestaande normen. Dus zoals het er nu ligt, kan het. Zoals we allemaal weten, is de N377 staat hier aan de vooravond van een upgrade. We weten ook dat het uit het optimalisatiepakket moet komen, maar ja, dat moet dus verder onderzocht worden. En ik zal collega Van Leeuwen dan ook vragen om hierin dit aan te kaarten. Er zijn wel gesprekken geweest natuurlijk over het aantal verkeersbewegingen die daar zijn. Er zijn ook ideeën geopperd. Daar wordt naar gekeken in hoeverre dat uitgevoerd kan worden. In de basis past het aantal bewegingen. Het is niet zo dat er meerdere vrachtauto's of vrachtverkeer gaat komen. De extra parkeerplekken die er zijn, zijn voor personenauto's, omdat het eigenlijk allemaal administratieve functies, kantoorfuncties zijn. Groei van de BAM. En de combinatie met de gemeente Staphorst, dat is een lastige situatie. Je gaat over gemeentegrenzen heen. En dat betekent dat je in overleg moet. Is het een milieuvraagstuk, dan heb je te maken straks op termijn, of nu eigenlijk al met de omgevingsdienst.
ja, die heeft ook te maken met twee opdrachtgevers. Dus daar zal overleg over moeten plaatsvinden. Daar is navraag. Die situatie hebben wij aanzien komen en heb ik dus op voorhand al nagevraagd. En daar wordt dus naar gekeken en men weet dat men daarin moet overleggen zodat er maatwerk geleverd kan worden. Ik heb hier nog staan zicht op de weg vanaf de parkeerplaats. Ik moet dat antwoord even schuldig blijven. Of daar wat voor beplanting daar komt te staan. Ik heb in mijn beleving zeg ik laag, maar als u zegt van ik wil weten wat er komt te staan, dan zal ik daar even schriftelijk op terug moeten komen. Planschade. In mijn beleving moet die altijd bij de opdrachtgever worden verhaald. Dus ja, dan ligt daar de weg open. Als daar rekening mee moet zijn. Ik heb wel van een aantal omwonenden gehoord dat men de vraag heeft gesteld van hoe zit het met het zicht vanuit de toren op mijn woning. En daar werd door de opdrachtgever echt serieus naar gekeken om daar dus de kans op overlast te voorkomen. Dus ik ga uit van de juistheid van deze gegevens. De zonnepanelen over de parkeerplaats. Ja, ik zie dan een soort hele grote carport voor me. Met allemaal zonnepanelen erop. Ik vind het een heel goed idee, maar ik denk dat daar ook weer reacties op zullen komen. En het staat niet in het bestaande plan. Dus ik ga ervan uit dat het niet zo is en dat men dus 50% van de energievraag zelf zal opwekken met de zonnepanelen die al gelegd kunnen worden. Gemeentebelangen. Ook de vraag over het verkeer op de afritten en opritten. Ja, daar is dus naar gekeken. Men heeft dus geprobeerd een optimaal pakket daar neer te leggen, maar het past binnen de bestaande normen. Men gaat het overleggen met de provincie. Het wordt aangekaart en ik zal mijn collega ook nog een keer weer dus vragen daarna. Dus dat moet lopen. Vraag van de VVD die ik heb opgeschreven. Kan dit allemaal zomaar? Ja, een heel kort antwoord op. Ja, dat kan. Dus vorig jaar is er begin van besluit genomen en dit gedeelte staat informerend op de agenda. Ook de vraag over de opritinrit. De vraag van het CDA komt eigenlijk ook weer eens een keer naar voren. Kunnen we toch zien hoe belangrijk het is en dat het dus raadsbreed gedragen wordt dat er een goede afhandeling moet plaatsvinden. Want ook wij zien in dat er veel gedraaid moet worden en daar zou eigenlijk een verbetering in moeten plaatsvinden. Want wij zien het risico daarvan ook. Volgens ons is het cultuurhistorisch gegeven van het pand goed meegenomen in het ontwerp. En de burgerparticipatie, de vraag die ik gesteld heb, of die gesteld werd door het PvdA, heb ik volgens mij ook naar tevredenheid, hoop ik, beantwoord. En de complimenten neem ik graag in ontvangst daarover. En mochten er verder nog vragen zijn, dan hoor ik ze graag. Ik denk dat u het behoorlijk beantwoord heeft. Ik kreeg nog een signaal van wethouder Van Leeuwen dat hij nog even ook het woord wil en het zal over het verkeer zijn, mag ik aannemen. Ja, voorzitter, dat heeft u helemaal correct. Want het is terecht dat er gewezen wordt op de verkeerssituatie ter plekke. Provinciale weg, zoals bekend. De plannen van de BAM die zijn, zodra wij daarvan afwisten, bij de provinciaal projectleider neergelegd. U weet ook dat de snelheid weliswaar nu 70 kilometer is, maar dat die naar 50 kilometer teruggaat. Dus dat is al een verbetering. Daarnaast, en dat vind ik toch de moeite waard om even met u te delen, zijn er twee heren bij mij op gesprek geweest, Kooistra van den Berg, aanwonenden. Die hadden zelf ideeën, plannen over hoe een en ander ingericht zou moeten gaan worden. Positief gesprek. Ik heb ze uitgedaagd om inderdaad ook met zo'n plan te komen. Zodat we, als dat een goed idee is, dat we daar gezamenlijk mee naar de provincie gaan, naar de provinciaal projectleider, om ervoor te pleiten dat daar rekening mee wordt gehouden. Het ging dan met name om het toch wat verder van de woningen afbrengen van auto's en het
fietsers en het parkeren uit elkaar te halen. Op zich positief en ik verwacht binnenkort dat ze langskomen met hun uitwerking. Dat wilde ik u niet onthouden. Dank u wel voor deze aanvulling, meneer Nijburg. Voorzitter, nog twee opmerkingen. In de eerste plaats een compliment ook voor wethouder Schuurman dat hij toch dat gesprek is aangegaan met de buurt. Ook heeft gezien dat er wel bezwaren lagen en dat die pas eigenlijk naar voren zijn gekomen nadat er gesprekken zijn gevolgd. En ook goed dat er een plan komt voor komende projecten om dat op die manier aan te pakken. Dat is in de eerste plaats. In de tweede plaats, in feite gaan we nu een groot plan doorvoeren zonder zekerheid over de verkeersveiligheid op dat gebied. En ik ben wel blij dat de heer Verleeuwen zegt, daar wordt aangetrokken, daar gaan we echt mee aan de slag. Dat is op zich een fijne toezegging, maar het geeft geen enkele garantie. Dus daar is geen zekerheid over de veiligheid op dat. Ja, ik weet dat je met garantie moet uitkijken, maar eigenlijk vraag ik garantie. Maar die geeft u niet. Maar daar zit wel nog steeds een punt van zorg voor ons. En dat er heel veel mooie dingen op de terrein gebeuren, dat zien wij ook wel. En dat het mooi is voor werkgelegenheid, zien we ook wel. Alleen het is alsof we alleen met de hak in het zand gaan staan, maar dat willen we ook niet. Zo kijken we daar niet naar. Voorzitter, dat wil ik graag nog toevoegen. Dank u wel, meneer Nijburg. En dan komen we aan het eind van dit agendapunt. En dan kan ik eigenlijk concluderen dat u kennis hebt genomen van dit plan. Dat de wethouder een toezegging heeft gedaan en meneer Nijburg memoreerde dat ook al even, dat hij aan de slag gaat om een soort draaiboek te maken hoe we omgaan met dergelijke initiatieven, vooral richting de omwonenden. Hij zal nog schriftelijke info verzorgen vanaf het zicht vanaf de weg. En wat de veiligheid betreft zal de heer Verleeuwen daar ook de vinger aan de pols houden. En hij is in hoopvolle afwachting van een ontwerp wat zelfs vanuit de buurt komt. En daar wordt dan ook naar gekeken. Maar ook duidelijk is dat er een duidelijke oproep blijft om aandacht voor de veiligheid te plaatsen. En ook het compliment richting het college mag ook niet onvernoemd blijven, denk ik. Daarmee is dit agendapunt afgesloten. 9, evaluatie motie Bestuivers. Verantwoordelijk wethouder de heer Verleeuwen. Ook informerend dus in één ronde. Er hoeft daar ook geen vraag meer over gesteld te worden. En de Raad heeft in juni 2016 een motie aangenomen waarin het college werd verzocht om enkele plekken in te zaaien met bloemenmengsels. Met het oog op het versterken van de biodiversiteit. Het college heeft deze motie uitgevoerd en informeert de Raad hierover. In de agenda stond abusieflijk dat wethouder Schuurman de portefeuillehouder is, maar dat is, ik begin te stotteren op het eind van de avond, denk ik. Dat is in dit geval wethouder Verleeuwen ook niet zo raar als biodeskundige. In principe in één ronde heb ik al gezegd. Dus wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Massier. Ja, graag. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de evaluatie van de motiebestuiving. Wil je het buitengebied van Dalfsen gezond ontwikkelen, dan is een efficiënte bestuiving erg belangrijk. Het CDA was destijds participant in het initiëren van de motie Bestuivers. De gemeente heeft een stimulerende en enthousiasmerende rol gehad om samen met organisaties en inwoners een actieve bijdrage hierin te leveren. Onze waardering voor de wijze waarop de gemeente hierin haar rol heeft opgepakt. Van de inwoners wordt actie gevraagd om zelf aan zet te zijn. Daarnaast zaait ook de gemeente bloemrijke mengsels in. Dit onder de noemen van vergroting van biodiversiteit. Dit alles draagt bij aan de mooie ondersteuning van het groene imago van Dalfsen. Een puntje van zorg is bij de stimulering van de biodiversiteit. Soms wordt de biodiversiteit doorgevoerd tot het vierkante meter. Hierin moeten we niet te ver gaan. Een mooie laan met hetzelfde type bomen is ook waardevol. Wethouder, kunt u toezeggen dat u hiervoor aandacht heeft, blijft houden? We kunnen wel stellen dat de motie een duidelijke meerwaarde heeft voor Dalfsen.
Mooi toch? Dank u wel, meneer Mansier. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Om het over voor de voeten wegmaaien van gras dan maar niet te hebben. Ja, dat is waar. Het is mooi om te lezen dat het zich uiteindelijk bewaarheid heeft, datgene wat we met de motie ook beoogd hebben. En dat het een positieve bijdrage levert aan milieu en duurzaamheid. Wat ons betreft ook een compliment aan de uitvoerders, want het mag dan ogenschijnlijk een kleine bijdrage zijn. Het is er wel eentje die ertoe doet. Want de laatste jaren is het pijnlijk duidelijk geworden dat met de schaalvergroting die her en her ontstaat, biodiversiteit onder druk komt te staan en monoculturen de boventoon gaan voeren. En die discussie wil ik helemaal niet starten hierom, maar ik wil graag onderstrepen hoe belangrijk het is om dit aspect, dat van die bestuivers, meer te betrekken bij de ontwikkelingen op dit terrein van natuur en landbouw. Het is ook mooi om te zien dat het heel goed getimed is om dat vanavond op de agenda te zetten. Want vanavond verscheen op NOS en zelfs ook op Dalfsennet dat de nationale bijenstrategie vanaf vandaag van kracht is geworden. En dat ook Overijssel die heeft ondertekend. Dus beter getimed kan niet, zou ik zeggen. Ik sluit af met te zeggen van dank voor de evaluatie, compliment nogmaals. En ik zou zeggen een heel mooi initiatief van de Raad geweest. En ik sluit met dezelfde woorden af die meneer Massier gebruikte. Mooi toch? Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Nou, mooi dat we het hebben over de bloemetjes en de bijtjes inderdaad. Dat is altijd goed. De VVD is blij met de uitvoering van de motie bestuivers. Bijen zijn onmisbaar om de flora en fauna van onze aarde in stand te houden. En als er geen bijen meer zijn, moeten we het zelf gaan doen. En dat zal ons niet gaan lukken. De uitvoering van de motie verstuivers heeft wat dat betreft een uitstekende bijdrage aan de duurzaamheid en leefbaarheid van onze woonomgeving. Wat we ons nog wel afvragen, en dat is even een vraag die we hebben aan de wethouder, hoe weten we nu of we op de goede weg zijn daarin? Want we hebben niet iets als een bijenradar waar we kunnen kijken hoeveel bijen er nu bijgekomen zijn. Is daarover nagedacht om te kijken van wanneer is het nu geslaagd? Daar zijn we nog wel even benieuwd naar. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Royakkers, D66. Ik denk nog na over de vraag van de heer Veldhuis hoe die bijen gaan tellen. Maar ik stel voor dat we ook nadenken over hoe dat we dit verder een soort sneeuwbaleffect kunnen geven. Richting onze inwoners, richting bedrijven, richting andere mensen in onze gemeente. Heel breed, want ik denk dat we ook moeten oppassen dat niet de gemeente of de overheid al dit soort dingen zelf moet doen. Maar dat we ook zeg maar proberen om een zwaankleef-aan-effect hiermee te creëren. Daar wil ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ik kom voor mijn werk dagelijks over de rechtse dijk. En ik heb daar de hele zomer kunnen genieten van prachtige bloemenpracht langs de rechtse dijk, langs de akkers daar. En dat is een heel goed voorbeeld van een particulier initiatief waar iedereen van kan genieten en waar ik hoop de bloemetjes en de bijtjes ook van elkaar genoten hebben. Is dit al een snel resultaat van de motie of is dat toeval? Een vraag erover leeft bij onze fractie. Is er al extra beleid ingevoerd op basis van deze motie en hoe wordt deze verder langs de wegen en andere cultuurtechnische werken ingepast? De bloemenpracht langs de rechtersdijk is een mooi voorbeeld, maar er zijn nog veel meer voorbeelden te vinden waardoor diversiteit van toe te passen zaden, planten of boomsoorten het aantal bestuivers kan toenemen. En ik denk dat dat een hele mooie taak is voor ons groene dorp om dat ook zo mooi groen te houden. We wensen de afdeling heel veel succes toe met de verdere uitvoering. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Even kijken, meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, enkele opmerking. Wij pleiten voor een revolverend bijenfonds. Tenminste, dat zou je in overweging kunnen nemen. Maar we zijn in ieder geval eens met het feit dat je dat particuliere initiatief moet stimuleren. Twee partijen hebben al gezegd, mooi toch? Wij zeggen toch mooi. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Van Leeuwen, mag ik u vragen het woord te nemen? Dank u wel, voorzitter. Het is bij toeval bij mij terechtgekomen, want het lag formeel bij collega Agricola. Maar toen die weg was, was er even een impasse en toen ben ik naar voren geschoven. Mogelijk omdat ik ook imker ben. Dat zou maar zo kunnen. Dank voor de waardering die uitgesproken wordt.
Aandacht voor continuïteit van het beleid, ja, zeer zeker. Dat absoluut. Dat gaat ook vertaald worden in een plan wat in de loop van dit jaar uw kant opkomt over de inkleding van het buitengebied. Een laan met zelfde bomen is ook mooi, hoor ik u zeggen. Daar zit nou net de kneep. Die is wel mooi, maar als het een boomlaan is met essen, dan gaat die nu toch echt tegen de vlakte, want die zijn allemaal aangetast. En dat is dus ook het grote risico wat je loopt. En vandaar dat ik erg ben voor diversiteit, ook in laanstructuren. Maar goed, dit terzijde. Het is zo dat we wat beleid betreft op dit moment bezig zijn om de Jagluster-allee vorm te geven. Daar wordt heel nadrukkelijk gekeken naar een versterken van de biodiversiteit. De imkersvereniging Nieuw-Leuzen is daarbij betrokken. Er wordt heel vaak gesproken over een bijenvereniging, maar ik heb nog nooit een vereniging van bijen gezien. Wel van imkers of bijenhouders, dat wel. Maar die zijn er nauw bij betrokken, hebben ook adviezen uitgebracht, hebben ook zelfs al adviezen aan de afdeling uitgebracht over boomsoorten die als alternatief prima gebruikt zouden kunnen worden. Dus dat gaat hartstikke goed. Hoe weten we op de goede weg zijn? Wanneer is het geslaagd? Ja, bijen kun je niet gaan tellen. Ja, dat kun je wel proberen, maar dat is een hele lastige klus. Want het zijn niet alleen bijen, het zijn ook hobbels. Het zijn vlinders, zelfs wespen kunnen bestuivingsactiviteiten uitvoeren. Kortom, dat is te veel om op te noemen. Maar door juist die diversiteit te bevorderen, geef je al deze insecten, deze organismen, een kans om zich ook daadwerkelijk te vestigen en er ook blijvend te zijn. Het sneeuwbaleffect waar D66 voor pleit, ongeveer 4 jaar geleden was er een of andere politieke partij die bloemetjes heeft uitgereikt aan inwoners. Ja, misschien dat een idee is. Ik geef het maar even mee. Wij gaan vliegtuigjes uitreiken voor. Kijk. Ik heb geantwoord dat er wel degelijk actie is. Dat het in het beleid wordt opgenomen. Revolverend bijenfonds klinkt heel sympathiek, maar laten we dat maar niet doen. En tot slot, het is de avond van complimenten uitdelen. Ik deel nu even een compliment uit aan Partij van de Arbeid als initiator van de bijenmotie. Ik denk dat het een, en dat is vervolgens raadsbreed gedragen, maar ik geef hem u toch even persoonlijk. Het heeft een zeer volle bijdrage geleverd, nu en in de toekomst, voor wat betreft de biodiversiteit en de betere kansen voor bestuivers. Dank u wel voor uw uitgebreide betoog. De evaluatie motie bestuivers. Complimenten hebt u al gegeven richting Partij van de Arbeid. Veel lovende woorden vanuit de Raad. Ik hoef er niet zoveel op aan toe te voegen. We hebben er kennis van genomen en daarmee sluit ik dit agendapunt. En ga ik verder met vaststellen besluitenlijsten. Voorzitter. Kleinigheidje. Mag dat? Meneer Lochtenberg. Ja, ik vind het wel jammer dat de wethouder als specialist, als bioloog, niet herkent dat juist bijen zich verenigen in zwermen. Ja, dat klopt. Maar ik stel toch aan u dan voor dat u, ik heb begrepen dat u niet terugkomt in de nieuwe raadsperiode, dat u samen met de heer Wildvank ofwel in Zwolle of in Deventer een cursus bijenhouden gaat volgen. Dan weet u de complete ins en outs. Dat even terzijde, besluitenlijsten. Het gaat om 3 besluitenlijsten en de eerste is van 13 november 2017. Heeft iemand daar op of aanmerkingen over? Nee. 20 november 2017, nee. En 4 december 2017, ook niet. Het 22 of 9 minuten over 10. Dat is mooi op tijd en ik zou dan ook willen zeggen, daarbij sluit ik de vergadering. En dat is toch hartstikke mooi, toch?